In april verschijnt Imperium USA van Daniele Ganser. De Zwitserse wereldvermaarde historicus die tal van boeken schreef over de NAVO en Amerika en de strijd tussen geheime diensten. De vieze spelletjes die geheime diensten van westerse landen hebben gespeeld in niet-westerse landen en ga zo maar door. Dit boek verscheen afgelopen zomer en bereikte weer prachtige oplages in de Duitsstalige gebieden. Werd al in verschillende talen vertaald en is nu dus verkrijgbaar in het Nederlands. We gaan hem interviewen in Zwitserland. En u zult ook dit boek gepresenteerd zien met een volle tafel met iedereen die hier aan meegewerkt heeft. Vertalers, redacteuren, mensen die in Nederland al met Daniele Ganser in de weer zijn geweest. Die gaat u allemaal zien aan tafel in deze maand. U kunt het dus bestellen in pre-order en in hele korte tijd zult u dit boek al op de mat hebben. Amerika, dat is een land met een vrij jonge geschiedenis. Het is geen oud land. En Daniele Ganser die laat in een ontwikkeling van zo'n 4 eeuwen zien waarom Amerika is geworden wat ze is geworden. En met name op gebied van buitenlandse betrekkingen. Het is een spannend boek, het is een heel compleet boek. Het leest als een hele mooie beknopte geschiedenis van één land. En dan met name op het gebied van de oorlogen, van de interne politiek en hoe die zijn weerslag heeft gekregen op de buitenlandse politiek. Daniele Ganser is wereldberoemd. Hij schreef meerdere boeken over dit soort thema's. En met name over geheime diensten, de NAVO en Amerika. Dus dit is het thema waar hij zeer thuis in is. Welkom terug naar de break bij Bloedtuigen Studio. Als u nu inschakelt bij dit aparte onderdeeltje wat wij ook dus apart uploaden op YouTube als onderdeel van dit grote mediapanel, deze grote avond in Bloedtuigen Studio met voor de pauze onderwerpen over de grondwetswijzigingen die na afgelopen verkiezingen dus op de agenda zijn gezet. En dat was voor de verkiezingen al bekend, dat kon u weten door eerdere bijdragen van dit mediapanel, met name door Oscar Hendricks. Daar ging het voor de break over, onder andere ook over nieuwe boeken die verschenen zijn. Hele interessante, leuke nieuwe boeken. Die kunt u terugkijken, ook los ofwel in die één grote take die wij op Bluetooth uploaden. 4-5 uur lang bloedtijgerplezier. Wij gaan na de break verder met, zoals wij al aangekondigd hebben, onderwerpen als de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, de 2030 agenda en de Great Reset van Klausie Schwab, maar ook de NCTV van Pieter-Jaap Albersberg. Jouw grote daarvoor vrienden. Riepke, jongen, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, ja. Wij hebben weer mensen uit alle geledingen van het land. Het oosten, het noorden, het westen, het zuiden. Iedereen is uit heel Nederland naar de Blauwe Tijger in Groningen gereden om het te gaan hebben over deze belangrijke thema's. En dan wil ik met name mijn rechterkant. Jullie zijn eigenlijk allebei Oscar Hendricks en Huig Plug. Leuk dat je weer in de studio bent trouwens. Dank je wel. Jullie zijn eigenlijk allebei binnenhof-watchers. Dat is op twee ongelooflijk verschillende manieren. Oscar heeft zich met name met die grondwetswijzigingen bezig gehouden die in de afgelopen verkiezingen totaal verzwegen zijn. Huig, jij bent elke dag zo'n beetje op het binnenhof. Vaak, ja. Jij weet alles van iedereen die daar rondloopt. Nee, maar wel steeds meer. Ja. Wel steeds meer. Ja, dat is ongelooflijk. Je hebt ongelooflijk veel fans. Dat geldt ook voor Riepke. En terecht. Jullie hebben heel veel gebracht in de alternatieve media. Jullie hebben heel veel inhoud gebracht in die alternatieve media. Jullie laten zien hoe het werkt, hoe geldstromen werken, hoe de baantjescarousels werken. En dat zijn dingen die uniek zijn. Jullie doen allebei iets heel unieks en dat geldt voor Oscar even goed. Dus wij gaan dat benutten in dit helder uurtje van aan tafel in Blue Tiger Studio. Wij gaan aftrappen met de NCTV en dat komt ook mede omdat, Huigje, het is al laat op de avond. Jij gaat natuurlijk straks weer terug naar Katwijk. Mm-hmm. Die NCTV, dat is iets heel aparts. Waar moet je helemaal beginnen bij die NCTV? Wanneer is het opgericht eigenlijk? Jij weet daar ook wat van. Nee. Nee? Geen idee. Oscar. Ja, het is al 2005 of 2006 of zo geweest. Het is in de wake of 9/11 hebben ze dat hier in Nederland ook gelanceerd. Op basis van wetgeving na 9/11 hebben ze ook mijn DNA mee te moeten afnemen. Dat is 2004 geweest van iedereen die ook maar met justitie in aanraking is geweest en die een veroordeling heeft gehad. Zoals ik voor mijn toetsenbordmoord. Hè. Ik ben een lustwoordenaar. Ja. Of een massa-woordenaar. Ja. Dus dan, als je dan iets schrijft dat hun niet bevalt, dan kunnen ze ook al je DNA afnemen en je dan van de weg afdrukken met 6 politieauto's en
En ze wordt, komt uit diezelfde wetgeving. Daarna zijn ze dat steeds verder gaan doorvoeren. We hebben ook net gezien in het voorgesprek, waar de kijker even niet bij was, maar we hebben dit even kort doorgesproken, dat die NCTV is dus opgezet als coördinator van 20 overheidsorganisaties die zich met terreur en staatsveiligheid bezighouden. Hier staat dat dan. Het staat in de staatsalmanak. Sinds 1 juli 2011 vallen nationale veiligheid en terrorismebestrijding onder één nieuwe organisatie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, NCTV. In Nederland zijn ongeveer 20 instanties betrokken bij terrorismebestrijding. Ik wist dat ook helemaal niet, 20 organisaties, maar dat staat in de staatsalmanak. Ja. En ja, wie zijn er wel? Dat is ook de ik ben nooit zo van de carousel, maar ja, Akerboom, Joustra is het geweest. Schoof. En dan nu Aalbersberg. Schoof heeft er geloof ik Schoof heeft AIVD gehad, maar het is vaak van... Is het niet begonnen toen met Pieter van Vollenhoven rond de veiligheid? En toen kwam die... Ik meen Joustra de eerste was. Ja, okay. Joustra was de eerste. Maar dat kwam uit veiligheid van vliegtuigen die neerstorten, dat soort dingen. Ja. En dat hebben ze toen verbreed. Volgens mij is het daaruit voortgekomen. Want de vraag van waar komt dat nou vandaan? Die Joustra was daar, die was opvolger. Joustra was het eerste baantje. Hij had eerst zo'n hele flater gemaakt. Hij was toen baas van de UWV geworden, van de uitkeringsinstantie. En in die neoliberale wake dacht hij van, nou ja, dan hoor ik ook een status te hebben. Dus had hij die directiekamer helemaal verbouwd voor weet ik hoeveel miljoen tot gouden kraan aan toe. Alsof was hij een soort Saoedi-Arabische jachtbeheerder of zo. Ja. Nou, daar kwamen kamervragen over. Toen hebben ze jouw strijd op een zijspoor geparkeerd. Maar omdat hij een van de gedienstigen is van de baantje carousel, hij was eerst D66 en nu VVD, hebben ze hem toen dat baantje gegeven. Zo van, nou ja, jij bent corrupt genoeg, dan... Ja. Ben jij de man on the job, de voorloper van NCTV? Ja, maar die NCTV, dat is dus iets heel aparts. Het is geen echte inlichtingendienst. Nee. Het is een coördinator. Valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ja. Het is allemaal ongelooflijk raar. Nou, het is een Amerikaans voorbeeld waar ze natuurlijk dat al langer hebben. Nee. En wat ik denk dat je nog wel kunt herinneren, Tom, dat toen met dat Oekraïne-referendum, dat dus de Clapper... Was dat? Oh, James Clapper. James Clapper, die dus namens dus al ook coördinatie hebben. Die hebben ook een soort NCTV, die hadden ze daar al. 5 jaar geleden is dat. Echt voor die 30 geheime diensten die ze daar hebben of zo, ik weet niet hoeveel. En die zich toen vanuit Amerika keerde tegen de organisatoren van het Oekraïne-referendum. En wat heel veel mensen niet wisten en nog steeds niet weten, dat een van de initiatiefnemers van dat Oekraïne-referendum, dat was dus Tom Switzer. Ja. Een van de drie. Ja, toevallig. Ja, ik ben erin gerold. Oh. Je bent erin gerold. Ja. Samen met het burgercomité EU zijn wij naartoe naar de kiesraad geweest om dat referendum aan te vragen. Ja, jouw naam stond genoteerd. Met drie man zijn we daar geweest. Ja, en dus dat is die informatie. Ik zei toen al, die informatie is vanuit Nederland. Maar ook Pepijn van Houwelingen, die was daar dus bij. En nog iemand van het burgercomité die niet bekend is. Nee. Maar Pepijn van Houwelingen zit nu in de Tweede Kamer. Ja, maar die heeft ook veel te hard te verduren gehad, Pepijn van Houwelingen. Ja. En ik zei toen al tegen jou, die informatie die is natuurlijk gewoon van Nederland naar Amerika doorgespeeld. Daar kunnen ze het gewicht geven. Wel wat interesseert in James Clapper zich nu voor een paar mensen die zo'n referendum organiseren in Nederland. Terwijl ze de uitkomst toch al weten. Wordt toch aan de kant geschoven. En daarmee bouwen ze dus iets op om bepaalde mensen te kunnen bestoken. En ik zie dat eigenlijk als een soort aftrap om in Nederland een heel nieuw vijandbeeld te creëren. Ja. En, de vijfde kolommen. Ja, toen zag je eigenlijk al van, de volzaamheid als het gaat om EU-beleid, veiligheids- en NAVO-beleid, Rusland-politiek, ligt natuurlijk heel gevoelig. En zeker in een land als Nederland, waarvan men dus altijd wel dacht van, die zijn zo volgzaam. Vergeleken in Frankrijk of Italië of in Duitsland verwacht je dat grotere groepen mensen of bijvoorbeeld... minder anti-Rusland zijn dan bijvoorbeeld in Engeland of in Amerika. En maar in Nederland dacht men dat dus ook. In Nederland had men natuurlijk al heel veel acties ondernomen om Rusland te provoceren.
natuurlijk bezoek aan Poetin, onder meer aan, aan Amsterdam. De actie van het Concertgebouworkest in Sint-Petersburg. Dat bezoek aan Poetin in Amsterdam werd door, onder andere door burgemeester Job Eberhard, Cohen. Eberhard van der Laan, ja, werd dat gesaboteerd. Een show. Ja. En er waren allerlei provocaties, dat was allemaal voor MH17. Ja. Dat klopt, dat was toch 2011. En ik kan me nog een toespraak over Poetin herinneren. Die werd toen aangelegd dat hij het niet zo met homorechten, of wat het ook maar mag zijn. En zijn repliek was dan, ja, maar wij in Rusland kunnen zich niet voorstellen dat je een pedopartij zou legaliseren, ja, bijvoorbeeld. Dat heb je toen nog gezegd. Hè, als je het over normen en waarden hebt, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat was zijn repliek erop. Een heel, heel bijzonder betoog wat Poetin toen ook had. Ja. Die heeft hier ook nog familie in Zaanstad of zo zitten, hè? Kijk, want hij beroept zich natuurlijk op de link die er al tussen Rusland en Nederland is sinds Peter de Grote. Hè, die dus ook Petersburg heeft gebouwd op basis van het stadplan van Amsterdam onder andere. Hè. Ja, maar Poetin, we laten even terug naar de geschiedenis van NCTV. En dan zie je op een gegeven moment ook dat er in Nederland, en dat was toen onze analyse, een soort proefpolder aan het ontstaan was om een headset tegen Rusland zeg maar aan te voeren. Zeker, ja. En dat was toen allemaal voor MH17 dat we dat dachten. En dan zie je dus op een gegeven moment, maar goed, dan zie je op een gegeven moment dat referendum, dat er een soort omslag komt van wie zien wij als bedreiging van de gevestigde macht van het systeem. Ja. En toen, want toen zag je al dat dus de tegenstand tegen dus dat Oekraïne-verdrag, dat dus niet zich beperkte tot rechts of tot links. Je zag ook een Harry van Bommel, die deed mee. Ja. Ik weet nog wel dat ik je daar toen op gewezen heb, die moet je contacteren. En die heeft ook best wel goed werk gedaan. Mm. En je zag dus ook Baudet natuurlijk. Je zag toen nog Jort Kelder, die toch vrij kritisch was, zoals Jan Roos. Maar dus dat was een vrij breed gezelschap. Ja, en ik denk toch dat men zoiets had van, dit is een nieuw fenomeen. Dit is niet meer te vergelijken met skinheads of met holocaustontkenners of met allerlei rare losers, zeg maar, uit de maatschappij. En dat men zoiets had van, hier moeten we voor oppassen. En natuurlijk wat je in Nederland zag, dat zag je op een gegeven moment ook weer in andere landen. Je zag het in Italië, dat het eigenlijk, of in Duitsland, dat eigenlijk de systeemdreiging, dat het niet meer te lokaliseren was tot of dat soort links of later dat soort rechts. Ja, en ik zie dit eigenlijk als een soort uitloper ervan. Van, we hebben nieuwe vijanden nodig, nieuwe bedreigingen nodig. Nou, vind je ook niet die definitie van waar ze steeds mee komen? Anti-overheid. Hè, dus ze plakken al een frame op. Daar zit ook al een wereldbeeld in. Alsof is de overheid per definitie goed of is meer. En daar gaat het vooral om, denk ik ook. Meer overheid is per definitie goed. Dus je moet de overheid vertrouwen. Ja. Anders dan ben je al... Ja. Terwijl dan heb je al een hele politieke stroming, heb je als het ware al uitgeschakeld. Ja. En dan kom je inderdaad op onze Sustainable Development Goals, waar de overheid is gewoon vadertje staat, ons heiligdom. Hè? Bijna communistisch wereldbeeld wordt al als uitgangspunt genomen, waarin de overheid altijd goed is. Ja, maar, okay, terwijl wanneer je meer libertarisch of conservatief redeneert, dan dient de overheid zich te beperken tot kerntaken en zoveel mogelijk uit ons leven te blijven. Nou, maar je ziet die NCTV toch in het kader staan van een groeiende strijd tegen de eigen burgers. Nou, ik zie het dat men heeft een nieuw referentiepunt nodig. Kijk, als de kennis van de Tweede Wereldoorlog verdwijnt en er zijn steeds minder of nauwelijks nog echte neonazies, zeker in Nederland, stelt het, heeft het nooit iets voorgesteld, maar nu helemaal niet, volgens mij. En ook het echte linkse gevaar. Nou, ik vind wel Tom's een kapsel nu. Dat is toch wel een teken dat hij... Ik dacht meer aan straatschoffie. Maar goed, het kan ook wel iets anders wijzen. Radicaliseren. Maar, hij radicaliseert, zie je dat wel? Het is gewoon puur medische redenen. Geen mondkapjes, kort haar. En geen vragen verder, geen commentaar. Nee, ik snap het helemaal. Maar je, op een gegeven moment had je natuurlijk ook in de jaren 70... Natuurlijk de terreurdreigingen, de Rode Brigades, de RAF, Rode Jeugd in Eindhoven. Ja, dus waren van de week bij, in Hamburg, onder andere bij Sugarit Bhakti, zijn we nog langs het huis van Ulrich Meinhof, heet ze toch? Ulrich Bader Meinhof.
Andreas Baader. Ja. Ulrike Meinhof. Ja, Ulrike. Ja. Andreas Baader is toen neonazi geworden in de gevangenis, toch? Maar dat was dus, dat was zo'n... Horst is dat, ja. Horst is dat. Die heeft flink wat aanslagen gepleegd. Ja. Maar die komt dus, die is geboren en opgegroeid in de rijkste buurt van Hamburg. Hè? Oh, ja. Dus Paul Rosemuller, hè? Dus ik zo'n Maoïstisch kring. Ja, die was toch ook van Pol Pot? Ja, Stalin en Mao. Ja. Maar jij had het over de jaren 70, dat daar iets ontstond? Hij had dus een bepaalde vijand en een dreiging voor het systeem. Maar dat verdween natuurlijk. Ja, maar pas op. Dat is natuurlijk wat ook een boek, hè, het boek van Daniele Ganser. De Gladio-structuur, die tijd van de jaren 70. Ja. Zowel RAF en de bende van Nijvel en in Nederland weten ook allemaal niet wat er allemaal gebeurd is. Was Nederland wel wat milder, maar we hadden ook echt terreurbewegingen in Nederland die minstens ideologisch en ook tactisch samenwerkten met de RAF, met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, et cetera. Die diensten zaten er ook zwaar in. Ganser weet daar alles van. Maar dat is in Nederland, daar is wel literatuur over, maar dat is weinig algemeen bekend. Ja. Ook de doorloop vanuit de jaren 70, 80 naar nu toe, dat zijn nu ouderen, maar die zitten wel in het systeem, deze mensen. Ja. Nou, die archieven die zijn op een gegeven moment ook volgens mij per ongeluk allemaal vernietigd. Van de IDB, Inlichting Dienst Buitenland. In die villa Marese. Van de radio, want verschillende mensen, dat had natuurlijk een andere naam onder leiding van Max van der Stoel. Maar verschillende kinderen, waarvan dus de vader gewerkt heeft dus voor Gladio Nederland, die wilden weten, wat heeft onze vader gedaan? Ja. Maar die gegevens die zijn dus allemaal vernietigd. Ja, ja. Dus ze weten gewoon helemaal niet wat hun vader al die jaren heeft gedaan. Ze zeggen dat Max van der Stoel de laatste leider was van Gladio. Dat is niet zo. Nee, maar dat heeft een keer in een krant gestaan. Ja, maar het is en ook, alsof het daarna is opgelost. Men heeft het eerst ontkend, toen bleek het te bestaan. Toen heeft men het opgeheven, toen bleek het alsnog weer te bestaan. Toen is het dus weer opgeheven. Maar volgens mij Peter R. de Vries heeft deze goede tijd nog eventjes aangetoond. Eén uitzending over gemaakt. Eén uitzending heeft aangebeid. En dat er nog steeds stront aan de knikker was. Ja. Ja. En dat het volgens hem helemaal nog niet afgelopen was. Ook niet met de illegale wapenhandel vanuit Nederland. In de almanak stond het volgens mij onder de afkorting OI. Operaties en Inlichtingen. Ja. ONI. Ja. Ja. Dat klopt. Villa Marhezen. Ja. Maar in Nederland was het sowieso gematigder. Omdat in Nederland werd er gerecruiteerd uit verzetslieden. Wel in landen als Duitsland onder volgens mij SS'ers. En in Italië ook wel maffialeden. Ja, ken je het boek van Ton Biesemaat? Ik heb ervan gehoord. De moordcommando's van Prins Bernhard. Ja, dat heb je van. Het gaat erover. Ja. Nee. Ton Biesemaat. Ton Biesemaat. Die ken ik nog niet. Heel veel, maar wat die allemaal ook uit de archieven heeft gehaald. Dat is fenomenaal. Dus die legt er ook dat zo. Alleen dat heette anders. Dat is allemaal nog niet opgeklaard, hoor. Er is ook een boekje verschenen van twee hoogleraren. Ik kan even niet op de naam komen. Maar die hebben een boekje geschreven over Gladio in Nederland. En dat is heel hilarisch eigenlijk. Hun conclusie was, heel kort door de bocht, nou, het archief is vernietigd, dus het heeft niet echt veel voorgesteld. Het heeft nooit bestaan. Ja. Ja. De foto is van de muur. Nou, dat is leuk. Je hebt nu die herdenking in Amerika in Tulsa. En daar is dus alle informatie die is vernietigd over die lynchpartij, die 300 zwarte in 1921. Mm. Nou ja, als je dan ook zegt, de archieven zijn vernietigd, dus die moord heeft nooit plaatsgevonden. Ja. Maar Erik, archiefvernietiging, leuk wist je dat. Ja. Ja. De archiefwet is ook aangepast en de handtekening eronder is van Joris Demmink in de jaren 90. En archiefvernietiging en... Er is ook een keer versneld, ik meen, bijna meer dan 20 meter archief vernietigd rond de arrestatie van Bybassin in 1995. Oh ja. En toen was Demmink directeur-generaal. En dat kan je nog terugvinden. Dat zijn gewoon die trucs die zijn. Maar er zijn ook versneld sommige dingen waar je normaal zegt van dit moet 10, 15, 20 jaar moeten we dat bewaren, is ook versneld in de shredder gegaan. Dat staat gewoon, zijn naam staat er ook onder. Alleen was Demmink toen nog niet bekend. Ja. Maar moet nog wel in de handelingen van de Tweede Kamer te vinden zijn. Okay. Ik heb het zelf gezien. Okay. Ja. Best wel interessant. Nog niet bekend, nu is hij berucht. Donder maar weg. Ja. 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 Of gooi het maar weg, netter gezegd. Mm-hmm. Maar de NCTV of de actualiteit, ik ben geen gespreksleider, maar jij hebt er te maken. Jij hebt er mee te maken. We komen zo op, dat is goed. We komen er zeker zo, want jij ook.
Erik, ik ga je nog een vraag stellen. Kijk, Gladio was heel duidelijk, wat Danielle Ganser ook zegt, dat was om een bepaald spanningsniveau onder de westerse bevolkingen op te houden. Het moest allemaal niet te gemakkelijk worden. Dus door middel van aanslagen en terreurdreiging bleef de bevolking toch in dat idee geloven van nou ja, wij moeten nog steeds voor onze vrijheid vechten. Want er is nog steeds die dreiging van de communisten of van extreem rechts, extreem links, later de moslims, nu weer extreem rechts. Hoe verbind jij dat met die NCTV? Op een gegeven moment, dit is gewoon een kwestie van organisatie. Maar ik denk dat je met al die inlichtingendiensten, kijk, die zijn natuurlijk allemaal handen en voeten gebonden. Tenminste, ik denk dat ooit de bedoeling was aan dat professionele organisaties zijn, dat ze geheim houden, verplicht zijn, dat alleen bepaalde commissies van de Tweede Kamer iets meer mogen weten van wat ze doen. En dat je met een NCTV, dat je heel simpel gewoon een politiek vehikel hebt om jouw oprispingen, politieke oprispingen, om die gewoon in de mal te gieten van bedreiging. En we hebben het natuurlijk gehad over een angstcultuur. Mensen worden steeds banger voor alles wat los en vast zit. En een overheid die speelt daar heel handig op in. Dat hebben ze natuurlijk ook in diverse landen gedaan rond het corona gebeuren. In Duitsland is dat nu door de Die Welt is men aan het uitzoeken. Het is in België gebeurd. Het is in Nederland even in het nieuws geweest. Het RIVM aanwijzingen gehad. Jort Kelder sprak erover om dingen te overdrijven. Ja. En om echt geweld uit te lokken. Als het ware. Maar met een NCTV heb je gewoon een ongrijpbaar middel dat je een gezicht kunt geven. Je kunt er allerlei, wij noemen het dan gekken, omheen zetten. Als, de Nicky Sterkenburg. Dat is toch wel, denk ik, de grootste summum van idioterie. Ik heb de deel van de promotion livestream met dat uitgezonden in Utrecht gezien, maar... Wat een debakel. Wie er allemaal in de vragencommissie zaten. Ja. Paul Abels zat daar. Beatrice de Graaf. En ze zaten daar gewoon veren op de hoek te steken. Oscar, laten we afspreken. Je mag het woord incest niet gebruiken. Anders was dat onder academici betaald. Zijn gewoon uit de academische wereld toevallig bij elkaar gekomen. En die stellen gewoon neutrale vragen. En wat het mooiste van alles... zij zelf is toch de belichaming van dit hele... Triest, Als journalist, I Follow the Money en... Ja, maar ze heeft geïnfiltreerd. Ze is bewust, is ze dus gaan doen... Ze heeft geïnfiltreerd. Ze heeft geïnfiltreerd onder het mom van journalistiek werk. Ja. Heeft ze het vertrouwen gewonnen. Ja. Rechtse kringen wordt dat dan gezegd. Was ook onderdeel van haar proefschrift. In onze rechtsstaat hebben we toch is de journalist blijkbaar is een soort van heilig beroep extra beschermd. Met een beroepsgeheim. Als je journalist afluisteren, dat mag allemaal niet. Ze is alles ineens. Ze is journalist, ze is wetenschapper, ze is... Het is toch erger. Afluisteraar. Nee, maar nu werkt ze. Nu is ze plaatsvervangend. Ze is nu dus sinds kort, is ze dus plaatsvervangend hoofd van de afdeling analyse van de NCTV. Maar direct onder... Ja, plaats van het hoofd. Nee, direct onder Paul Abels. En heeft ze wel gezegd, in de media heeft ze wel gezegd... Ja, maar ik ga me niet bemoeien met onderwerpen waar ik mee te maken heb gehad. Ja, maar petje hier, petje daar. Ik bedoel, hoe geloofwaardig is dat nog? Kijk, ik heb er iets van gelezen. Twee dingen vielen mij op. Ten eerste, wat die jongeren zeiden... Nou, ik vond het eerlijk gezegd niet zo schokkend... Ik heb ooit iemand gesproken die werkte aan deradicalisering van moslimjongeren. Dat was dan laat ik hem even zitten. Nee, maar als je je nu al niet laat vaccineren, ben je die zeggen, daar gaat het nou niet om. Ja. Die zei, ik hoor de meest verschrikkelijke dingen van, dus ik moet er gewoon om lachen. En wat voor wereld leeft zij ten eerste? Ten tweede, wie zijn die jongeren? Want als je dit als wetenschap gaat presenteren, ik heb mensen gesproken die je dat zeggen... En wie zijn het dan? Kan ik dat dan verifiëren? Kan ik dat falsificeren? Kan ik dat... Waarin is zij gepromoveerd? In de antropologie of zo? Ik ga gewoon wat mensen die niemand kent... van die heeft dat gezegd, die heeft dat gezegd. En dat presenteer ik dan als wetenschap. Daar kan ik op promoveren.
Dan ja, ben je dat, een geleerde geworden. Dat brengt iets in kaart. Ze brengt iets in kaart. Serieus. Okay, maar dat is al heeft een kaart gemaakt, regulier geworden. Van, je kunt promoveren, maar ook afstuderen op de basis van wat interviews doen. Waar je met gestuurde vragen een beeld schetst van dit is mijn die groep die ik heb onderzocht. Ja. Nou ja, meer is niet nodig. Nee. Nee. Maar goed, dus eigenlijk een soort opgewaardeerd journalistiek werk. Ja. Eigenlijk een soort journalistiek artikel. Ja. En dan maak je dan... Maar dit is ook illustratief voor die hele werkwijze van die NCTV. He, want vorig jaar om deze tijd kwam, of vlak voor de zomer... kwam er een monitor uit waarin de Farmers Defence Force als dreiging werd opgenomen. Ja. Dat was een staatsbedreiging, want die boeren... Ja, ze hebben trekkers. En die kunnen het Malieveld oprijden. Nee, maar vervolgens in de herfstmonitor... Ja, behalve de boeren stond de blauwe tijger erin. Ja. Want wij hadden in de zomeractie een donatieactie... van maar liefst 1100 euro verzameld en aan de FDF gedoneerd. Dus het is een soort kettingreactie. Dus de FDF wordt opgenomen. Nou, en dan, maar niet de banketmakker die ook aan de waarschijnlijk nog veel meer aan de FDF had gedoneerd. Niet alle veevoederbedrijven die tienduizenden euro's aan de FDF hadden gesponsord. En alle andere brancheorganisaties. Ja, iemand had de indruk dat gewoon de opmerking van de blauwe tijger een beetje in was gerommeld. En ik had zomaar het vermoeden... Kijk, er was al eerder een notitie geweest in een iets wat van de ministerie van Sociale Zaken is uitgekomen. Volgens mij werd je daar toen ook al in genoemd. Ja, dat was januari. Ja, dat is totaal niet in de media opgepikt. Robert Jensen heeft dat ontdekt. Ja, heeft die Robert Jensen ontdekt. Ja. En wat stond daarin dan? Nou, gewoon ook een beetje desinformatie. Ook dat weer. De blauwe tijger. Ja. Ja. En dus dan stapelen ze op. Maar ik had zelf het idee dat jij erin was gerommeld. En dat het helemaal niet ging om die boeren. Want dan lachen ze om. Ja. Ik denk dat het veel meer te maken heeft gehad toen met het speurwerk van Riepke. Ja, en dat ze toen een schot voor de... Schot voor, ja, maar Huig was toen nog veel minder betrokken bij jou op dat moment. Ja, dat kan. En, Kamervragen waren al gesteld. Daarom. Naar aanleiding van er waren Kamervragen gesprek, gesteld naar aanleiding van een... Jij hebt hier in de studio gezeten. Ik was hier op 4 september. Ja. En Marcus Soder van de PVV had... ik had al contact met Marcus Soder. En die heeft toen in september Kamervragen gesteld. En vlak daarna kwam toen... Ja. Vier weken later kwam dan die dreigingsanalyse. Ja. Ik koppel dat er weer aan vast. Maar ze zijn... Ambtenaren hebben een bloedhekel aan Kamervragen. En dus ze proberen alles te elimineren. Wat want de Kamervragen over dus, ons... die zijn ook alweer op de lange baan geschoten door verschappen. Dat is normaal. Dat is, drie weken halen ze bijna nooit. Dus er komt er altijd een brief. We doen er langer over. Van Houwelingen heeft over ons De eerste die een flutvraag stelde... dat was dus op een gegeven moment Bosma van de PVV. Ja. Die stelde een flutvraag aan Ollongren. Die zei toen... ja, maar u moet niet bij mij zijn... maar bij de minister van Justitie. Hij wist niet eens waar hij het over had. Nee, en daarna heeft hij gewoon niks meer over gezegd. Ja. Even over de werdegang van mevrouw Sterkenburg. Nou, hè? Dus hier spreekt alles uit. Dus 14 november 2018, Villa Media, website over journalistiek. Nou, kersverse freelancer Nikki Sterkenburg wil zich niet meer vastleggen op één medium. En dan zegt ze het volgende, want hoe is ze daar nou terechtgekomen? Dus ze is nou bezig met het onderzoek naar een proefschrift over extreem rechts in Nederland. Dan komt het volgende. Terrorisme en veiligheid is heel hip en happening. Ik was een keer bij een conferentie van de AIVD en ik verbaasde me over de hoeveelheid mensen die voor hen zouden willen werken. Vroeger wilde je echt niet voor de geheime dienst werken. Het is nu juist een booming business. Dus dat zegt ze dan 2,5 jaar voordat ze er zelf gaat werken. Dus ze is op een gegeven moment... Wanneer is dit? Dit is november 2018. Ah. Dus dan heeft ze nog niet de overstap gemaakt. En dan komt dat proefschrift. En dan wordt dat als het ware in een grote... Dat weet je misschien niet met al die dubbelrollen. Misschien was ze er toen al een dekmantel. Weet je toch? Wat is dat voor een vrouw? Het laatste nieuws van de Universiteit Leiden. Hè? Dus nu van 12 mei. Hè? Dit is een persbericht van de universiteit. Dus dat is goed op elkaar afgestemd. Daar is ze dan... Nou, van sensatie tot zin geven waarom extreem rechts loopt. Wat beweegt Nederlanders lid te worden van radicaal en extreem rechtse groeperingen? Promovendus Nikki Sterkenburg volgde diverse activisten. Promotie op 19 mei. Hm. Nou, en dan gaat ze...
Het is voor het eerst in 20 jaar dat er een dergelijk uitgebreid onderzoek is gedaan waarbij rechtsextremisten zelf aan het woord komen. 3 jaar lang, van 2015 tot 2018, volgde en interviewde de onderzoeker 36 activisten. En ook daarna hield ze nog contact met hen. Maar weet je hoe dat, Oscar? Ze heeft ook gezegd, ze is bij mensen thuis geweest. Maar weet je hoe ze dat gedaan heeft, Oscar? Nou, zijn ze dan nog wel extremisten als je bij ze thuis mag zijn? Zij heeft dat niet als promovenda gedaan. Want de eerste jaren dat zij bekend ging worden op Twitter en al ging schrijven, deed zij zich voor als een rechtse journalist, à la Wierduk. Ach, ja? Ja, zeker. Okay, zeker. Donald Duck. Nou ja, maar die groeperen dan. Identiteitsverzet, Erkenbrand, DTG, kleine neonazieverbanden of een soort freelancers die nergens lid van waren. Nooit vraag. Ik sprak met hen over wie ze zijn. Wat er, nou ja, allemaal heel gezellig, allemaal heel leuk. Ja, en al die mensen willen Nederland redden. Ja, zo gaat het dan verder. Maar goed, er zit een leuke baan. Maar goed, misschien zit ze gewoon op het knutselarchief. Paul Abels was bij haar promotie of aanwezig of ja, zo? Ja, die zat in de corona. Nou ja, virtueel. Normaal noemen ze het de corona. Zijn als met de opponents. Er zijn altijd voor de mensen uitgenodigd uit vakgebied, uit andere universiteiten, ook uit het buitenland. En die stellen dan een kritische vraag. Commissie. Ja. Nou, Ik heb niet echt kritische vragen zo gehoord. Dat jij hebt dat bekeken? Die, ja, een stukje daarvan heb ik ook zelfs kunnen opstaan. Maar dat is niet meer te vinden. Het is, het is verdwenen ook al. Dat verdwijnt. Als je dat niet in een livestream vastlegt. Dat is prachtig. Maar ja, Schredder van Demmink. Je ziet hem die Schredder al. Ook dat is weer zoiets. Allemaal YouTube er doorheen. Jongen, waar zit je naar te kijken? Want we kennen haar van november, geloof ik. In Buitenhof heeft ze gezeten. Ja. De laatste tijd. Nee, maar als Nikki Sterkenburg als criticus van rechts of extreemrechts is vanaf dat moment, vanaf 2018, daarvoor deed zij zich voor als rechtse journalist. Die sympathie zocht met de achterban, met immigratiekritische geluiden en... net als Wierduk. En ik weet dat zij met heel veel mensen daardoor contact heeft gekregen. En zeker niet als promovenda of als onderzoeker van extreemrechts. Mm-hmm. Nee, oké. Maar dat... Nou ja, in ieder geval, de AIVD heeft nou dan het jaarverslag gepubliceerd. Is dan op 20 mei ook door Martin Wosma in de commissievergadering neergelegd. Ik weet niet wat ze ermee gaan doen. Dat is dan weer een aanbeveling. Hè. Dat hamert hij allemaal heel snel door. In een rap tempo doet die man dat. Doet hij fantastisch professioneel. Ja, hij heeft echt een hamerhandje. Ja, hij hamert alles erdoor. Ja. Maar wat dan met dit rapport gebeurt, ja, dat wordt dan besproken in de commissie. Daar zal wel weer schriftelijke bijdrage komen van de grote partijen. De kleine doen daar meestal niet aan mee. Niet omdat ze te weinig mensen in dienst hebben, maar omdat ze het gewoon niet zien. Het probleem met die kleine fracties is vaak dat ze willen scoren met kamervragen, heel concreet. Maar het grote plaatje, dat verliezen ze uit het oog. Maar goed, dat is even terzijde. Ja, okay. Het ligt daar, het rapport, in het nieuwe AIVD-rapport, opent. Ik ben daar helemaal geen specialist in. Ik denk, nou eens even kijken. Maar als je dan dat nieuwe rapport ziet, dan denk je, nou, dat gaat over dreigingen van ISIS en nou ja... radicale islam, PKK, jihadisme, linksextremisme. Maar PKK mag gewoon opereren in Nederland. Het begint. En ze mogen demonstreren, ze mogen zich organiseren. En ze staan internationaal op de lijst van terroristische organisaties. Maar Nederland doet er niet aan mee. En toch noemen ze dit een rapport. In het rapport heb je een tweedeling. Ja. Nationale dreiging en internationale dreiging. Hoofdstuk 1 is nationale dreiging. Maar nummer 1 bij de nationale dreiging is niet meer de islam, zijn niet meer de jihadis en zo. Dat is kopje rechtsextremisme. Ah. Maar dan wordt dat gespecificeerd. Zijn wij dat? Tot anti-overheidsprotest. Ja, dus weer dat anti-overheid. Het wordt verbreed. Ja. Het wordt dus verbreed. Ja. Ja. En dat wordt dan gewoon in één bladzijde. Het is allemaal heel oppervlakkig. Ja. Maar is dat dan niet een teken hoe links de overheid is geworden? Maar die verbreding en verwatering van terminologie. Dat het echt containertermen wordt waar je eigenlijk niks meer... Ja, en dan wordt dan corona, de anti-corona-protesten. En mensen die over satanisten hebben en kindermisbruikers, die zijn allemaal gevaarlijk. Ja, over Joris Demmink. Dat staat hier niet, maar dat kun je erin lezen. De teneur is, Oscar, tenzij je 5 maal daags richting het Binnenhof je knielt en aanbidt, ben je al een staatsdreiging. Hè? Ja, blijkbaar. Ja, ik heb één keer in Zwolle een keer meegedaan met zo'n demonstratie. Ja, niet eens omdat ik fietste gewoon naar de markt.
wilde wat groenten kopen en ik zag opeens een demonstratie. Ik zet mijn fiets neer bij de koffiezaak. Ik denk, nou, ik loop even mee en dan ga ik even met mensen praten, eens kijken wat hier meeloopt. Dat was dus zo'n hart voor nog wat, hart voor Nederland. Ja, nee, hart voor ja. Want nee, dat hartje. Vrijheid. Ja, hart voor SBS6 was het. Nee, dat was een andere vrijheid. Club. Klopt. Ja. Frank Rusink en Willem Engel. Die doen ja, dat. Nou ja. Moet ik zeggen dat het ook wel hele rare mensen waren die meeliepen. Maar totaal ongevaarlijk. Ik heb een boot en er komen stralen uit. En die stralen die zullen ons beschermen tegen corona en zo. En ja, een beetje een hoog ruighoort gehaald. Ja, nogal. Ja. En er was één, er waren gewoon, nou, die denkt van, nou, die ziet zijn drugshandel te doorgaan. En die ziet haar red light handel te doorgaan. En zo was er heel samenraapsel. En er was een stel uit Apeldoorn. Die zei, al die demonstraties mee. Nou, wel blij dat u er ook bent. Want we dachten dat we tussen de wappies terecht waren gekomen. En dan heb je het gewoon voor mensen die demonstreren. En ik denk van, ja, dit... Maar dit zijn zulke grappige, onschuldige, flower power mensen. Ja. Die zelfs een vliegdode vinden ze al verschrikkelijk. Ja. Ja. Het zijn hele gewone mensen. Meestal, wat we zeggen, alternatief. Hè. Vroeger... In Tilburg was er ook een man en die had Hutonia, dat was zijn utopie. Die had een bakfiets en die woonde niet. Toen met zijn fiets de hei opgegaan. En mijn zus is daar nog met de school naartoe geweest. Ik vind wel, als je met je fiets de hei opgaat, ben je wel anti-overheid. Dan vind ik jou toch wel een gevaar. Ja, maar toen ging het. Maar even los van deze demo's, hè, uiteindelijk wordt het concreet. Want zowel Huig heeft met de NCTV te maken, als de Blauwe Tijger, als nu ook de andere krant en Gezond Verstand en Blackbox en Café Weltschmerz en de hele mikmak en Willem Engel met zijn viruswaarheid. En op een gegeven moment kwam jij Paul Abels tegen het lijf lopen. Wat had jij op dat moment nog met die NCTV te maken? Dat vroeg ik mij af. Wat was er aan de hand op dat moment? De eerste keer dat je hem filmde? Helemaal niets. Ik ben bijna al een jaar bezig met aandacht vragen voor de doofpot rond de Scheveningsgevangenis. Ja. Daar zal ik maar het verhaal besparen, want dat heb ik pas 1000 keer verteld. Maar iedereen weet dat. Hè? Ja, dat nou, dus ik stond daar heel vaak bij het hoofdkantoor met tekstborden, drie verschillende tekstborden. En op 21 september, op een zonnige dag, stond ik daar ook aan een korte broek. En ik ken heel veel gezichten. Ja. En ik ken die Abel straks als interviews meegelezen, of overgelezen. En ik zie hem uit de buurt. Ik zie hem op de Turfmarkt. Ga terug met mij in gedachten naar Turfmarkt 147. Zat dan zo'n waaiergat, hoofdkantoor justitie. En dan zie ik bij de action Paul Abels aankomen. Nou, ik zeg tegen mijn cameraman, die ga ik weer knipperen ook met mijn ogen. Ga ik ook weer zeggen wat ik doe? Een sigaretje. Dus ik zeg tegen mijn cameraman, film even. Daar komt, ik zeg, film bij de action. Ik zeg, daar komt een vent, die ken ik. Ik zeg, Abels, zeg ik dan. Dan zijn we al aan het filmen. Ik zeg, daar komt Abels. Dus sta ik met mijn bord. Nou, hij komt aanlopen en hij kent mij niet. Op dat moment nog niet. Die komt zo slungelig aanlopen met zijn boodschappentas. Of zonder tas, maar hij loopt aan. Dus ik spreek hem aan. En ik wijs hem op, goedemiddag meneer Abels, zeg ik. En hij kijkt zo, hij staat stil. Ik zeg, ik wil even graag uw aandacht voor de doofpot bij de inspectie Justitie en Veiligheid op de 35e etage. Ik moet ambtenaren, vind ik, mijn taak, ook als burger, ik moet ze erop attenderen. Er is sprake van misstanden en een hoop narigheid. Dus ik spreek hem aan. En hij spreekt de legendarische woorden uit, onder andere één zin. Doofpot. En hij wijst naar de toren en hij zegt, de legendarische woorden, we hebben het gefilmd. Het is één grote doofpot hier. Dus, nou, dat vind ik een hele aparte zin. Weet je wel, dat word ik heel nieuwsgierig. En ik zeg, één grote doofpot? En hij gaat me nog... Een lach loopt hij weg. Ik zeg, je werkt hier nog? Hij zegt, ik werk hier nog steeds. En dan zeg ik ook nog, doe de groet aan Dirk Rinkel. Ik ben soms opgefokt. En ik zeg, doe de groet aan Dirk Rinkel. Zeg maar dat hij een corrupt is of zo. Volgens mij zei ik dat. Nou, hij loopt weg. Hij denkt van... Wat heb ik nou voor een idioot gezien? Wat dan ook. Maar, en ik denk van, het is één grote doofpot hier. Daar wil ik meer van weten. Ja. Misschien gaat hij daar meer over vertellen. Maar hij was weg. En we hebben het al gefilmd. Het was rustig, die middag. En we hebben het zat er. Ik had nog geen zender. Ik werkte nog niet met een zender. En 3 dagen later sta ik daar weer. Maar het grappige is, ik sta voor de zaak van de Scheveningse gevangenis. Maar ik demonstreer ook voor... Wat ik vind, een politieke gevangene die al 25 jaar vastzit
in Nederland in de gevangenis. En die ken ik ook, die man ken ik persoonlijk. Ik sta die donderdag 24 september met een ander demobord. En ik had nog steeds geen zender, maar er staat heel veel wind. En ik zie Abels weer komen. En die komt weer van de action. Dus ik zeg, daar komt Abels weer, filmen. Dus hij staat daar en hij stopt. Ik zeg, meneer Abels, vind ik een legitieme vraag? Ik kom even terug op wat hij 3 dagen eerder heeft gezegd. Ik zeg, meneer Abels, ik zeg, u zei afgelopen maandag, wees u naar de toren. Het is 1 grote doofpot hier. Hier, het is 1 grote doofpot hier. Dus mijn vraag, kunt u daar meer over vertellen? En hij zegt, door de flarden van de wind heen, het heeft zo moeten zijn, vind ik. Want achteraf vind ik het een briljante opname. Al zeg ik het zelf. Maar hij zegt, hij begint mij in de complotsfeer te duwen. Of complothoek. Hij zegt, je moet de fantasie uit je hoofd halen. Ja. Dus ik denk, dat is apart, hè? Dat is apart. Maar ik sta met dat Bibersyn demonstratiebord en ik ga dichter naar hem toe. Van, ja, wat bedoel je nou? De fantasie en jullie en zo. Ik zeg, ja, maar jullie. Ik zeg, jij hebt het gezegd. Je hebt het gezegd. Ik zeg, en we hebben het gefilmd. Maar dat wist hij niet. Oh. Nee, maar dat wist hij echt niet. En dus, hè? Want ik heb die beelden teruggekeken van die maandag. En ik denk van, hij ziet toch mijn cameraman staan. Maar op de een of andere manier was het niet tot hem doorgedrongen. En toen, dus ik zeg, als u dus, ik zeg maar, wilt u, ik nodig hem uit. Ik heb hier niks over te zeggen, maar ik zeg, ik nodig u uit voor een interview. Wilt u dit met mij bespreken aan de tafel van de Blauwe Tijger? Ik nodig u uit en ik sta zo met mijn duim. En ik weet niet, ik ben geen script. Ik soms verbaas mezelf en denk van, wat heb ik nou weer gezegd? Komt er van alles uit. Maar ik sta zo en opeens zie ik hem. Hij zegt, hij vond het niet prettig dat hij gefilmd werd. Nou ja, hij denkt van, klote zooi, wat heb ik gezegd? En hij zat zo, en opeens doet hij, en zo pakt hij de camera van mijn cameraman. Ja. En je weet niet wat je meemaakt. Ja. Kijk, in de gevangenis heb ik hele gekke dingen meegemaakt. Ja. En ik ben ook helemaal geen held en anti-geweld. En soms ben ik bevroren en soms deed ik, maar wat doe je op zo'n moment? Abels doet dat. En mijn cameraman, die kent die hele Abels niet, maar die heeft van, ja, mijn camera weg. En ik dacht van, straks rent hij naar binnen en gooit hij de camera in een zuurbad. Ik noem maar wat. Dat dacht van ik echt de deur hebben ze klaar. Dus hij staat stil en een beveiligingsjongen. Ja. Ik ben helemaal enthousiast. Ik ben weer terug op 24 september. Maar een beveiligingskerel van Securitas, die ziet het. Die heeft het schouwspel gadegeslagen. En wij staan, die Abels blijft staan en die pakt die camera met zijn rechterhand en die heeft hem als een soort Hans Klok heeft hij hem naar zijn links overgegeven. En is zo'n soort balletje, waar heb ik hem dan? En wij stonden te trekken als een jas en zo. En uiteindelijk gaf hij hem. Het is echt allemaal gebeurd. Nou ja, camera was in onze handen en hij stond daar in zijn jasje en die beveiligingsman die stond zo rustig. Is dat hem te kalmeren? Ja, of was allemaal. Ik zeg, doe eens normaal, man. Weet je wel? Ja. En mijn cameraman zegt, veel Abels, nou laat je je tanden zien. En want we hebben niet alles op internet. We hebben ook nog beelden, geheime beelden natuurlijk. Wat hebben wij allemaal? Misschien tovert hij ze wel weg met de digitale schredder. Ja. Poef, weg, alles. Kan allemaal, hè? Hij is zo leeg. Maar waar wil ik naartoe? Abels ging weg. En ja, dan denk je van, wat hebben we nou meegemaakt, joh? Ja. En wie was dat eigenlijk? Later blijkt, kijk, uiteindelijk, dit is dus gebeurd op de 24e. Ik vond het vreemd, afwijkend gedrag. Ik wist dat hij een adviseur was van Pieter-Jaap Abelsberg. Die de nationale coördinator zelf is. Precies. En op afdeling 6 en 7, daar zit de NCTV. Op 8 zit, hoe heet hij nou, CDA Grapperhaus en VVD'er Dekker. Waar wil ik naartoe? Ik heb eind september een klacht ingediend, een melding gemaakt. Een melding gemaakt aan secretaris-generaal Schoof en de NCTV. Ik zeg, hierbij wil ik u, doe ik melding van het volgende voorval. Op die en die dagen heb ik dit en dat meegemaakt. Ik zeg, ik vind het een ambtenaar onwaardig. Ik zeg, waarom? Ik zeg, ook al, ik film mensen. En als ze daar niet van gediend zijn, we worden gefilmd door duizenden camera's. Door 100.000 camera's. En ik had een punt. Ik ben belanghebbende en ik ben op zoek naar de waarheid. Dus ik stelde hem een vraag. Dus ik hierbij ik wil melding doen van, wilt u deze man erop aanspreken? Van zijn aparte gedrag. Hij heeft mijn cameraman, ik vond dat vermeldenswaardig. Oh. En
Ik deed mijn beklag bij de SG en bij de NCTV. En uiteindelijk is dat een zaak geworden. En vonden ze, gingen ze me uitnodigen voor... Is het tijd om dit even kort uit te leggen? Ja. Kan ik het kort? Ja, interessant. Ja. Een hoorzitting. Ik werd uitgenodigd voor een hoorzitting. En hun dachten... Hebben we ook beelden van? Nee. Er is die online? Hè? Daar heb je toch, daar zijn beelden van? Nee, er is nog, het moet nog plaatsvinden. Dus, ja. Oké. Okay, ja. Maar ik werd, er zou een hoorzitting komen. Hun dachten van, nou, we kennen Pluggel van Binnenhof. En dit is, deze man moeten we niet gaan foppen. Want die gaat overal zitten zeiken en doen. Dus we gaan het niet zelf afhandelen. Want dan gaat hij natuurlijk weer zeggen van, ja, maar jij bent zo en zo. Toen zeggen ze van, meneer Plug, u gaat naar een onafhankelijke commissie. Hmm. En u gaat naar het lange voorhout nummer 13. En dat is het CAOP. En daar zit de commissie en die gaat uw klacht behandelen. Nou, toen zijn we aanbeland in november. Kreeg ik een uitnodiging. Ik kreeg ook de namen wie er in die commissie zou zitten. Naam van de voorzitter ook. En toen zei ik op een gegeven moment... toen vroeg ik aan de commissie... Kent u M.R. van der Plas? En wat wil mijn geval? Omdat, ja, ik wil niet zeggen, ik koketteer niet vaak met... ik heb ooit samengewoond met de huidige vrouw van de minister. En dan zeggen sommige mensen, is hij haar nou nog niet vergeten? De vrouw van Sander Dekker. En heeft hij, ja, rancune. Ik ben eervol ontslagen door Sander Dekker. En hij heeft ermee te maken. Maar zijn vrouw de vrouw met wie hij samenwoont, daar heb ik ooit mee samengewoond. Maar zij werkte weer in het CAOP-gebouw. Ah. En Sander Dekker heeft weer enkele integriteitscommissies in dat gebouw neergezet. Samen met... Integriteitscommissie. Ja, onafhankelijke paritaire integriteitscommissie. Maar ja, in het gebouw waar zijn ex-manager was tot 2017. Ja. Dus ik zeg, vind ik een legitieme vraag. Meneer De Jong, dat was de voorzitter van de commissie. Kent u M.R. van der Plas, manager van de CAOP? Ja, die ken ik. Maar wat heeft dat ermee te maken? Ik zeg, ik twijfel namelijk aan de onafhankelijkheid van jullie commissie. Nou, daar was hij helemaal verbolgen over. Ik zeg, weet je wat, ik kom even langs in een gesprek. Ga ik even praten, want het is beter om mailen en bellen. Dan gaat toch alles verkeerd. En dan, je weet, dan kunnen we toch, als je elkaar verkeerd begrijpt... dat zou zomaar kunnen gebeuren. Dus ik ga daar naartoe. Ik heb daar een gesprek gehad. Een heel statig gebouw, lange voorhout. Dat is natuurlijk AAA. Dat is machtiger eigenlijk dan Binnenhof zelf. Lange voorhout, dat weten heel veel mensen niet. Maar ik wel. En... ik zat daar aan tafel met die kerel. En ja, toen kwam er sprake van... hij dacht dat het ooit een vriendin van me was geweest. Ik zeg, nee, ik heb met haar samen gewoond. En dan denk ik van, ja, is het... nou, ik moet het toch vermelden. Dus, ja. Maar zijn ogen viel op tafel. Want ik zat daar gewoon... ja, ik zie er gewoon uit als een... ja, wat is dat voor een vent? En ze denken van, die vent is gek. Maar ik heb echt allemaal heel aparte connecties. Nog steeds met een heleboel andere mensen. En toen dacht ik... maar doordat we met elkaar spraken... dacht ik van... ik twijfelde aan het instituut, maar ik zeg, je mag mijn klacht wel behandelen. Ik zeg, want zo groot vond ik het ook allemaal niet, weet je wel. Doe maar. Nou, ik zeg, toch goed dat we elkaar gezien hebben. Tot ziens, laten we een datum afspreken. Zo en zo. Nou, toen kreeg ik een mailtje met de plug. Dan en dan is de datum. Kunt u het een en ander nog toelichten? Nou, toen heb ik echt een... vond ik zelf heel erg gelachen met mijn toelichting. Want toen ging ik... ja, ik moet zeggen, zelf... nee, een leuke toelichting heb ik gegeven. Maar... in de aanloop naar de werkelijke beklaghoorzitting toe... toen kreeg het verhaal een heel andere draai. Want toen ging de achtste etage van Grapperhaus en Dekker... gingen zich met het verhaal bemoeien. Die gingen mij bellen. Ik kreeg via een belletje van die en die wil met je praten. Hun, en dat, hun directe... nou, dat was een man, een functionaris... die het Koningshuis en de ministers beveiligt. Ja, ja. En die ging met mij bellen... en die zei... Strovers? Of? Nee, ik noem zijn naam niet. Okay. En een man die ik twee keer eerder had gesproken tijdens mijn demonstraties. Maar als ik daar aan het demonstreren was, hebben heel veel mensen mij gesproken. Voorbijgangers, maar ook mensen uit de toren die wel eens een broodje gingen eten. Of een peukje doen, of stiekem koffie gingen drinken. Maar dan stonden ze me altijd te filmen. Ik werd van alle kanten gefilmd en gefotografeerd. Ja. En ik had zo... Nee, maar... Met toch al een natuurverschijnsel op binnen. Maar iedereen dus, maar ik wil alleen maar er naartoe. Ik vroeg dan heel vaak... welke etage werk jij? Weet je wel, kom... maar dat zei ze dan niet. Weet je wel, dan ging ze zo naar binnen.
Maar ik had dus te maken met een hele aardige kerel van die de beveiliging doet van het Koningshuis en de ministers. En die zegt van, joh, ik heb gehoord dat zo en zo en zo. Oh nee, dat was het. Ik moet nu even wat echt gebeurd is. Hij zegt, Huig... Ga je straks wel weer terugleiden naar de NCTV, Huig? Ja, ja, maar het heeft er wel mee te maken. Ja, hij belde mij op. Hij zegt, Huig, ik heb... hij mocht mij Huig noemen. Want we hadden elkaar wel eens gesproken. Huig, ik bel je omdat heel veel mensen bij mij op de etage van de ministers... die hebben zich tot mij gewend. Daar had hij een kamer. En hij was namens de NCTV bij de ministers geplaatst. Hij zegt, heel veel ambtenaren zijn naar mij toegekomen... en ze noemen allemaal jouw naam. Ik zeg, oh, dat is nieuws toch? Vind ik wel. En ik zeg, hoezo dan? Ja, ze zijn niet blij met je Twitter-account. Ik zeg, ja, leg eens uit. Ik zeg, wie zijn dat? Want ze, wie zijn dat? Dat mocht hij niet zeggen. Ik kon het maar. En toen zei hij ook, Dirk Rinkel was wel geweest. En dat is de centrale coördinator integriteit van Ferdinand Grapperhaus en Dekker. Nou, en oh ja, ze noemen allemaal jouw naam en ze worden doodongelukkig van je. Ik zei, ja, nou ja. En of ik alsjeblieft... als ik alsjeblieft wilde stoppen met het noemen van namen. Toen zei ik... Ik zeg, nou, ik noemde zijn naam. Ik zeg, ja, als ik namen noem van mensen... Ik ga jou niet zomaar... ik ga niet zomaar zeggen van die Oscar Hendricks of Riepke, bla, bla, bla. Nee, dan als ik jou ben tegengekomen in mijn dossier... en jij hebt mij genaaid of mijn collega's of hele vreemde dingen gedaan... dan noem ik jouw naam. Weet je wel? En dan zeg ik van, je bent corrupt of je hebt mensen... je hebt dit en dat en dat gedaan. Nou, ik moest er eigenlijk mee stoppen... want dan zou het als kunnen zijn dat ze anders een zaak... anders zou ik problemen kunnen gaan ondervinden. De landsadvocaat. Dan moet het maar. Ik zeg, dan zien we elkaar wel in de rechtszaal of wat dan ook... voor lasterensmaat. Ik zeg, ze hebben mij iets aangedaan. Ik zeg, er zijn valse verklaringen over mij afgelegd. Ik zeg, ik pik het niet. Dit is een heel lang verhaal. En hij was verbonden, hij is ook een ambtenaar verbonden aan de NCTV. Ik moet terug even naar Abels. Ik heb een klacht ingediend. Abels. De klacht werd maar niet behandeld. Ik trok mijn klacht door die interventie van het hoofdkantoor. Begon ik te twijfelen. Dus ik heb toen het CAOP gebeld en ik zeg... ik bij nader inzien, door het hoofdkantoor, die interventie, trek ik mijn klacht terug bij jullie. Maar dan wil ik dat er een andere commissie komt. Dat had het hoofdkantoor ook voorgesteld. Yeah. En die zeiden dingen, die ze nu weer zeggen dat ze dat niet hebben gezegd, maar ik weet het wel. De klacht loopt nu nog steeds. Het was maar een kleine klacht. Maar wat wil nou het geval? Abels kwam landelijk in het nieuws. Moest ik heel hard lachen. Jullie kenden misschien Abels wel of niet... Maar de man blijkt... Wat wil nou het geval? Hoe heet je vorige gast die er zat? Uit de dominee het Nieuwkoop? Henk-Jan Prosman. Henk-Jan, die zegt... Ik ken Abels als een kerkhistoricus. Ja. Kerkhistoricus. Nou, nee. Een ander kent hem als een soort onderzoeker. Ja. Maar ik wist, hij zelf... Wat is nou het grappige? Hij is al sinds de jaren 80... zat hij bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst... en de AIVD. En op een gegeven moment... ja, ik noem het maar een soort pochen. Dan gaan ze een interview geven en dan gaan ze toch zeggen van... ik heb dat gedaan en ik was daar en daar en daar en daar. Dus ik las dat interview en dan ga ik... ja, ik heb allerlei raakvlakken. Waar wil ik naartoe? Abels, er heerst een angstcultuur... Mm-hmm. bij de NCTV. Op dus zijn afdeling. Bij afdeling 6 en 7. Ja, kwam NRC mee naar buiten. Nijmegenaar. Geboren in Nijmegen. Ja, maar nu in Gouda, daar woont hij. Ja. En, maar het grappige is, justitie is altijd een werknemer die zegt altijd van... wij herkennen ons nooit, als er dus een probleem komt naar buiten... zeggen ze van, het is niet waar, ontkennen. Wij herkennen ons niet in het geschetste beeld. En ze werken ook met medewerkers tevredenheidsonderzoeken. Zo heet het dan. En dan komt eruit van, als jij zeg maar een tiran bent op de werkvloer... of men is bang voor je, dan komt dat naar buiten via een anoniem... MTO, medewerkers tevredenheidsonderzoek. En wat de NRC heeft erover gepubliceerd, toch? Ja. Er kwam naar buiten. En hij bleek ook nog de kwelgeest te zijn van Pieter Omtzigt. Ja. Hij had heel vaak Omtzigt via Twitter van ook zo complot. Daar is hij weer, Omtzigt, dit en dat. Ja. En, het aparte is... ik heb regelmatig ook Grapperhaus zien lopen. Hij mocht dus de naam van Omtzigt noemen op Twitter...
bedoel, je mag geen namen noemen, maar... Weet je wat hij getwitterd heeft? Ja. In juli 2020, over Omtzigt? Nog een jaar terug. Dat zei hij. Een solist puur sang die een fractie moet leiden. Recept voor mislukking. Dat twitterde Paul Abels. Aha, het is een tweet uit een jarenlange reeks van negatieve berichten over het Kamerlid dat radioprogramma Argos onder de loep nam. Zo noemt Abels Omtzigt een ongeleid projectiel dat irritatie wekt, beschrijft hij zijn azijnzure blik en schrijft hij, ja hoor, de meester van het complotdenken roert zich weer. Ja, oké, dus dit is allemaal pas in april nu allemaal naar buiten gekomen. En interessant is, Wim Voermans, toch wel een man die respect verdient, hoogleraar staats- en bestuursrecht in Leiden. En die zegt, de tweets van Omtzigt kunnen niet door de beugel. Juist vanwege Abels toppositie bij het NCTV. De tweets over Omtzigt. Abels. Ja. Ja. Ja, over. Abels overtreedt hiermee waarschijnlijk de juridische grenzen die aan vrijheid van meningsuiting van ambtenaren zijn gesteld. Zeker gaat hij over de grenzen van het betamelijke. Oké, SP-Kamerlid Michiel van Nisp noemt de uitlatingen ontoelaatbaar. Ja, dus het is, hij is dat toch. Maar ik bedoel, ik snap dat niet. Mensen met zo'n functie die twitteren nou, en dan gewoon natuurlijk privé. Erik heeft het al eens eerder in dit panel gehad over het persoonlijke uiten van ambtenaren, dus publieke ambtsdragers. En met name dan Schouten, minister Schouten, die persoonlijk ging reageren op bedreigingen aan haar adres. Heb jij al een keer een exposé overgegeven, dat een ambtenaar helemaal niet betaamt. Dat mag gewoon niet. Precies. Maar ik plaats het een beetje... Ik zie nu een langere lijn trouwens. Omdat het merkwaardig is dat verschillende van deze topfiguren... Abels, Beatrice de Graaf, nou, je wist laatst nog een naam... dat het gewoon... christelijke mensen zijn. Een hoogleraar is ook een ambtsdrager. Nee, gaat het mij nou niet om. Het zijn christelijke mensen die de meest die verdachtmakingen faciliteren richting christelijke mensen. Bijvoorbeeld een Abels die een interview heeft laten afnemen in het Reformatorisch Dagblad en die toch verdenkingen legt bij bepaalde religieuze kringen waarin een sfeer van mist en wantrouwen wordt gevoed. En dat vindt zo'n man dus al... sfeer van, dat is weer die NCTV-taal. Ja, nou, ik kan met precieze bewoordingen, maar mist, wantrouwen. Ja. Ik dacht echt van, dit is een soort Bachman-analyse die hij dan loslaat op gevaar. En ik vond hem altijd, en ik volg hem ook op Twitter, ook als hij dan een beetje aan het... Ja, heen en weer twitteren was ook met Bartjan Spruit en zo. Die kom ik het gauw aan. Misschien kennen ze elkaar of niet, dat weet ik niet. Maar ja, het is ook een historicus, kerkhistoricus. Maar Omtzigt is heel veel bij conservatief café geweest, waar Bartjan Spruit ook bij betrokken is. Ja, ik heb het over Abels en die volg ik al. Ik vond hem een erg onsympathieke man, maar ook een andere kant. Dat is ook weer het rare van die mensen. Ze hebben ook weer een andere kant. En dat is dan weer een kant dat je denkt van, het is ook niet alleen maar gitzwart natuurlijk. Ik bedoel, het zijn geen demonen. En dus dat... Nee, dat zal niet. Want wij als christenen geloven in de duivel. En dat de mensen zijn geen duivel. Alleen ze kunnen wel heel erg ver gaan in ziel van hem verkopen. Of het handelen in zielen van anderen. En datzelfde heb ik dus ook bij zo'n Albersberg. Ik denk aan mezelf van... Ja, die komt uit jouw woonplaats. Ja, dat is al een Christelijke Vermeer uit de kerk van dominee Arie van der Veer. Te Zwolle. Te Zwolle. En ook bij allerlei christelijke managersclubs of zo, een beetje wat evangelisch, dat hij dan als spreker optreedt. Nog steeds? Ja, laatste tijdje onlangs. Van bijbeuring gewoon? Nee. Gewoon uit ideologie. Hij is voorganger? Nee, hij is geen voorganger, maar hij is natuurlijk bekende christelijke man. Leidinggevende positie, dus moet hij dan andere christelijke mensen, managers, dan inspireren of zo. Ja, okay. Of bederven, ja. Ja, maar goed. Dus ik vind, in die zin, het bevreekt mij allemaal zo. Hè. Het komt op mij zo onwerkelijk over. Laat ik het nou veel duidelijker zeggen. Als ik denk vroeger, Arthur, Dokters van Leeuwen. Nou ja, dat was een kerel die, nou goed... Omvang met die bril. Maar die vent was dan wel een D66'er. Maar die had tenminste nog niveau. Die kon je niet op ver blazen. Ja.
Dat, maar als je dat, nu de Erik Akerboom even dokters van meteen. Kijk, ja. wat Nicky Sterkenburg zegt, 2 jaar geleden in het interview, ja. hè, dat ze gewoon zegt, vroeger wou je daar niet gezien worden, het is nu hip. Het is hip om daarbij te zijn, dus ze is er nu zelf ook bij. Dat hippe is pas sinds dokters van Leeuwen. Maar ze had het dus tijd, over zichzelf, ze sprak enkel over zichzelf, nee, dat maar, was het. Maar dus. Die dokters van Leeuwen, die heeft dus radicaal een cultuur... verandering bewerkstelligd bij de BVD toen de tijd. Ja. Voor die tijd was dat gewoon inlichtingendienst is. Niemand wist, bij wijze van spreken wist je niet eens dat je eigen vader er werkte. Hè? Ik weet niet of Theo van Gogh het geweten heeft. Thomas Ross, een bekend, die werkte voor de BVD. Daar spraken ze zelfs thuis, maar er kwam wel eens wat door. Ja. Heel discreet, heel voorzichtig. Dokters van Leeuw die zei, die ging het sexy maken. Mm-hmm. En dan komen in het kielzochter van andere diensten. En dan wordt het sexy, dan wordt het interessant en dan wordt het hip. En dan gaan ze eigenlijk ook sturen. En ze gaan dan van reactief proactief worden. Dus van het verzamelen van inlichtingen, dat zie je ook bij de politie. Ja. Hè, dat is de Amerikaanse methode van infiltreren en dan proactief. Hè, voorkomen dat er misdrijven worden gepleegd. Ja. Nou, en dat proactieve handelen, dat zie je nu ook mentaal. Hè, in de geest, want dit is gewoon een soort geestelijke oorlog die ze voeren. Om zich zo te framen, kapot te maken. Ja, maar dat is een deel van... Kijk, ik geef jou gelijk, maar het gaat mij om iets anders. Ja? Dokters van Leeuwen, dat was een leider die iets in gang zette. Maar mensen als Akerboom, Abels, Aldersberg, Sietalsing, is toch van de landelijke politie. Dat zijn geen leiders, dat zijn uitvoerders. Die zullen geen enkel... Als je die interviews met Akerboom leest, denk ik van, wat hoofd van de AIVD... Wat een laag niveau hebben deze mensen. Als je zo'n Beatrice de Graaf hoort op de radio een paar weken geleden. Zo sneu eigenlijk. Ja. Wat deze mensen naar voren brengen. Vertel eens wat ze over zichzelf zeiden. Cultuur, hè? Ik ben het alweer vergeten. Maar ze... De vissen zwemmen in een water. En het water nodigt daartoe uit, blijkbaar. Het is een cultuur. Ja, de vraag is, wat heeft dat te betekenen voor het land? Nou, ik denk dat we in de uitgelogeerd zijn met dit soort minkukkels die gewoon denken dat ze... Want zij worden aangestuurd, dat wil ik ermee zeggen. Zij zijn niet de stuurders, zij worden aangestuurd. En dan, kijk, waarom... Dat was eigenlijk een vraag die bij mij naar boven kwam toen ik haar hoorde. Waarom zijn deze mensen niet in staat, niemand van deze mensen in staat... om gewoon een gesprek te hebben met iemand van... jou, van ons, wat dan ook. Nee, maar dan bevestig je toch het beeld van... dat bij de overheid werkt gewoon het brandhout van de samenleving. Ja, wij dus natuurlijk, die optelsom van kwade intentie en incompetentie. Nou, weet je wat het apart is? Dus Abels kwam recent in opspraak. Nou, ja. Anderhalf, 6 à 7 weken geleden. En ik kon niet zeggen, hij is niet op non-actief gezet, maar hij is een topadviseur van Abelsberg. Ja. Maar hij heeft nu een nieuwe functie gekregen, een gecreëerde functie. Hij mag de NCTV Academy gaan leiden. Iets wat nog niet bestond. Ja. Maar dat is ook apart. Dus de man, dat heb ik al in de filmpjes gezegd, de man voor wie ze bang zijn, die mag nu nieuw. Ik denk Academy, dan denk ik van je mag mensen gaan opleiden, toch? Ja, 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 ja. Daar wordt hij nu de leider van. Dat is toch heel apart. Maar dat is echt zo. Dat heeft in de krant gestaan. Maar hij was dus hoofdanalyse. Dan kan ik me aanmelden voor een cursus. Adviseur. Een adviseur. Ja, maar is niet hoofdanalyse. Want ze staat eigenlijk niet voor in de almanak. Oké. Maar dan Schrijnemachers. Hij heeft een Nijmegen gestudeerd. Die elkaar gehaald. Maar Schrijnemachers is dus de directe chef van Nicky Sterkenburg. Directeur analyse en strategie. Dat is in de laatste almanak. Dat is H.P. Schrijnemachers. Henry Paul, maar het is altijd iedereen noemt hem HP. Nee, maar is het dan Riepke, gewoon niet een wacht even, wil jij voor het rode stipje gaan zitten? Ja, natuurlijk, zeker. Is het niet een bevestiging dat we gewoon met een soort Muppet Show te maken hebben? Het is toch ook in Nederland altijd zo dat wanneer mensen iets in het Engels gaan noemen, een academy, dan hebben ze echt werkelijk helemaal niks meer te vertellen. Ja, dan zijn ze eigenlijk al verloren. Dat is exact weer wat Oscar net ook zei. Dokters van Leeuwen heeft... had de missie om de BVD... Het is ook een naamsverandering geweest. BVD ging AIVD heen. 2002. Fusie met IDB. Ja. Okay, maar dat maakt niet uit. Er komt telkens weer zo'n merchandise-campagne... en een uithangbord. Mm-hmm. En er wordt iets sexy gemaakt. En dan komt zo'n Nicky Sterkenburg... gaat zogenaamd als getuige... bij een bijeenkomst van de AIVD zit... En dan gaat ze helemaal schrijven hoe... Nee, wacht die even. Laat zich gebruiken. Dan gaat ze dus helemaal schrijven... dat het wel lijkt alsof
het werken bij de AIVD heel aanlokkelijk is en populair. Maar ze hadden het eigenlijk alleen maar over zichzelf. Want zij zat er al. Nou, en dan uiteindelijk komt dan nu weer Paul Abels. En dan die AIVD en NCTV, die zijn al een paar jaar... Ja, dat is allemaal niet lekker. Dat, nu in de laatste tijd al helemaal niet. Zeker niet met die monitors van tegen de boeren en de wappies. Ja. En dan gaat zo'n Paul Abels, die krijgt dan weer iets... om dat hele buitenkantje van de NCTV te upgraden. En dan komt er een academy. Nou. Alsof ze net doen, ja. Alsof er duizenden talenten toestromen. Ja, die moeten echt geschoold worden en gevormd. En die moeten want een academy komt er dan bij. En dat gaat hij dan doen. Dan krijg je weer dat hele verhaal dat er van... Ja, er moet gewoon enorm veel buiten aan het raam... Ja, wat is de oorzaak? Er nog een bepaald aspect wijzen, een belangrijk aspect. Terwijl alles achter de gevel... Even goed, Dokters van Leeuwen was, voor zover ik weet, dus chef van de BVD, die kwam met die openheid. Ja. En daarna werd hij procureur-generaal. Ja. En toen heeft hij dus het hele justitieapparaat eigenlijk omver willen kegelen. Hè? Dus dat noemen ze de machtsgreep Dokters van Leeuwen, onder minister Zorgdragen, die zelf ook uit de sector kwam. Ja. Ja, ATG of zo. En toen kwam dus, en dan komen we dus op het raakvlak, ze zitten dus in het ministerie van Justitie. We zouden denken, justitie heeft een zekere onafhankelijkheid. Ook dus wat we staande magistratuur noemen, ook al staan zij onder de minister, maar een zekere onafhankelijkheid. Maar Dokters van Leeuwen zei, wij zijn totaal onafhankelijk. Maar dat zegt de oud-inlichtingenman. Dus de inlichtingenman neemt justitie over. Het college van procureurs-generaal zijn ze gaan spelen. Stond toen al niet in de wet. Er is een hele strijd geweest. Toen met die, hoe heet die man die daar in Papua, Gonsalves. Ja. Mm. Die is, ja, Gonsalves, die zag zichzelf als de man om dus die vijf procureurs-generaal te leiden die er toen nog waren. Die is afgeschoten in de media omdat ze ergens iets gevonden hadden dat hij in Nieuw-Guinea iets gedaan had in het oerwoud met zijn pistool of zo. Ja, dat is... Ja, Gunsalvo was zijn bijnaam. Ja, nou ja, goed. Gunsalvo. Goed, maar dat komt niet... Dat is Gunsalvus, geen, Gunsalvo. King Arthur, die regelde het wel. Die wist het ook al. Dus, en wat wil ik hiermee zeggen? Wij zitten nu 25, 30 jaar verder... in een situatie waar dus het justitieapparaat... en het inlichtingapparaat door elkaar zijn gaan lopen. Ze zitten in hetzelfde gebouw. Ja, die mensen, ja, ja, ja. We zeggen niet welke verdieping. En nou word jij uitgenodigd. Het is allemaal heel onduidelijk. Hè? Welk recht is hier van toepassing? Is dat nou bestuursrecht of strafrecht? En zo zijn ze dus de hele bevolking... inmiddels in gijzeling aan het nemen. Ja. Ja, dit wou ik eventjes stipuleren vanwege goed. Wat de nee, dokters maar, okay, van Leeuwen... Maar dat je nou zegt, jij zegt dokters van Leeuwen alsof... je microfoon komt in je baard, dus je moet even beschaafd erbij gaan raakt hij al gegroeid. Over transparantie, je hebt het over Arthur Dokters van Leeuwen. Wist je trouwens dat Dokters van Leeuwen en Abels afgelopen jaar allebei een boek hebben uitgebracht? Dokters van Leeuwen, hij was net gestorven in augustus 2020... Mm-hmm. Toen is er een soort biografie uitgekomen. Oké, zo'n postuum meesterwerk. Abels heet het boek Spionkoppen. En die heeft ook iets gezegd over het boek van Dokters van Leeuwen. Dat Dokters van Leeuwen het helemaal verkeerd zag in zijn boek. Maar ze hebben boeken uitgebracht. Nou ja. Maar ik wil nog even naar de klacht. Ja. Over de onafhankelijkheid. Niet van, oh kijk, mij nou is belangrijk zijn. Ik ging dus naar een onafhankelijke commissie op het CAOP op Lange Voorhout. Ja, ja. Ik trok het terug. Toen zei schrijnemachers de huidige... directeur analyse en strategie. H.P. Schrijnemachers heeft trouwens in 2012 in Amerika tijdens een hoorzitting over Joris Demmink heeft hij obstructie gepleegd in Amerika tijdens de zitting in de Senaat over Demmink. Best wel apart, hè? Echt gebeurd, kan je nog zien. Adelle van der Plas weet het ook nog. En Bart van Wel, getuige in het proces tegen Demmink, die heeft het ook allemaal meegemaakt. Slachtoffer ook, hè? Wat zeg je? Ook slachtoffer van die hele kinder... Bart van Wel is een slachtoffer, een getuige tegen Demmink. Ja. Maar ik ging dus... De klacht kwam weer in handen van schrijnemachers. Die heb ik meerdere keren gezien tijdens mijn demo's en aanwezigheid op het Binnenhof. En uiteindelijk zeggen ze... nu gaat het NCTV mijn klacht behandelen. En zal ik het even voorlezen? In het vervolg van de procedure zal ook de heer Abels, op wie uw klacht betrekking heeft, worden gehoord. Ook hij krijgt de gelegenheid, dit is een brief van 19 mei, dus zeer recent.
Ook hij, Abels, krijgt de gelegenheid zijn kant van het verhaal toe te lichten. Na afloop van het gesprek zullen wij de beide gespreksverslagen delen met zowel de heer Abels als met u, ik. U krijgt vervolgens beide de kans om eenmaal op het verslag van beide gesprekken te reageren en feitelijke onjuistheden te corrigeren. Op basis van beide gesprekken zal de klachtcommissie tot een advies komen aan de minister van Justitie en Veiligheid. Namens deze, namens de minister, zal de NCTV, de heer Abelsberg, de afhandeling van de klachten uitvoeren. Dat is ook wel apart, toch? De Abelsberg gaat de klacht afhandelen. Ja. Over zijn eigen topadviseur. Ja. Ja, ik weet het niet. Maar de schrijner mag zeggen tegen mij, ik zal een onafhankelijke commissie samenstellen. Nou ja, maar dat is ook leuk. Hoe komt het op je over? En de leden worden samengesteld. Wat bedoelen ze dan met onafhankelijk? Dan zeggen ze alleen maar aan niemand verantwoording verplicht. Dat is de definitie van onafhankelijk. Ja. Dat is ook wat Ed Nijpels zei. Ik voel mij onafhankelijk. Nou, hij hoeft aan geen enkele democratische controle verantwoording af te leggen. Dan voel je inderdaad onafhankelijk, ja. Ja. Dat is wat zij met onafhankelijk bedoelen. Verder is het gewoon een corrupte... Ik kan doen wat ik wil. Het is gewoon een corrupte bende criminelen die alleen maar op hun eigen baantjes af is. En, nou, ik hoop, kijk, wat ik heb de afgelopen jaren... waar ik en mijn collega's tegenaan liepen... Moet je voorstellen, ik werk er al 4 jaar niet meer, hè, bijna 4 jaar. Maar ik maak me nog steeds zorgen. Ik weet, ik ben gewoon goed geïnformeerd. En ik was gewoon een lage werknemer. Alleen, ik ben echt de Champions League van alle ambtenarij zijn op mijn pad gekomen. Wie ben ik om dat te mogen ervaren? Nou, leuk is anders, maar ik ben er nog, gelukkig. Wij zeiden, er is een angstcultuur op onze werkvloer. Doe er iets aan. Onze taak was van, wij vroegen van, willen jullie ons helpen? Wij willen de tent weer gezond maken. Gewoon simpel, de enige gevangenziekenhuis, help ons, wij willen het oplossen. Hier is de casus, los het even op. Nou, toen gingen ze al liegen. Wat wil nou het geval? Ze zeiden van, er is geen angstcultuur of plug is al weg. Het is nu opgelost. Maar wat blijkt nou in hun eigen kantoortje, wat 36 etages hoog is... Ze zien elkaar allemaal in de kantine op de 3e en de 36e etage. Ik ben er nog niet en uit in waar alle ze precies... Liften, wat zeg je? En in alle liften daartussen. In alle liftschachten. Maar wat wil nou in de jaren dat ik thuis zit... Bas Haan heeft ook een en ander naar buiten gebracht. Van Nieuwsuur. Op de 8e etage bij Grapperhaus en Dekker heerst er een angstcultuur. Dat kwam in 2019 naar buiten door een gelekte memo van de ondernemingsraad... Dus dat staat nog op internet. Dus ik had te maken met de centrale coördinator integriteit... die over mij is gaan klagen van plug. Ik zei tegen hem, Dirk Rinkel... Ik zeg, jij zegt over Scheveningen, daar is geen angstcultuur. Ik zeg, je eigen etage staat in brand. En dan gaf ik hem een linkje naar het verslag van de ondernemingsraad. Ik zeg, wie ben jij nou wel niet om dit te beslissen? Om dat over dat ziekenhuis dan te gaan beslissen? Ja, dat dus daar geen angst. Nou, dat vond hij niet leuk natuurlijk. Want wie ben ik wel niet? Nou, dus we waren een beetje... ik moest altijd wel heel erg lachen om de mailtjes die ik soms opstelde. Maar het was een soort pijltjes afvuren. Maar uiteindelijk, het hoofdkantoor bij alle divisies heerst er een angstcultuur. Ze krijgen leuke salarissen van 5.000 à 12.000 euro per maand. Maar ze zijn allemaal doodsbang voor elkaar. En chef, en ik weet het niet. Maar ze moeten natuurlijk allemaal geheimhoudingsverklaringen ondertekenen. Nou ja, boeteclausules. De inspectie, ik heb te maken met 7 klokluiders van de inspectie Justitie en Veiligheid. En een inspecteur-generaal van de... Ik kan hem echt aan... Ik verzin dit niet. Henk Corvinus, oud-hoofdofficier van de Haagse rechtbank... is nu inspecteur-generaal bij de inspectie. En daar... er is sturing. Wat wil een verhaal? Ik zeg, er vindt sturing plaats op rapporten. Dus als jij een rapport klaarmaakt, dan komt er iemand naar Oscar toe... en zegt van, Oscar, heel leuk dat je dit is je eindconclusie. Maar het moet maar wel de conclusie, dit gaat het worden. Je gaat het gewoon lekker allemaal veranderen. En dit wordt het, en dit is de uitslag en de aanbevelingen. Nou, het gebeurt niet alleen met rapporten. Ik heb iemand gesproken, die was op een verjaardagsvisite. Er zaten niet alleen hoge ambtenaren van Algemene Zaken en Justitie... maar ook journalisten van de NRC en van de Groene... En die zeiden gewoon, als wij een stuk schrijven, dan gaat het eerst naar het ministerie. En dan krijgen we het goedgekeurd terug en dan komt het in de krant. En dan denk ik mezelf van, ik denk dat er veel meer sturing is dan wij denken. En dat zegt ook iets over de controledrang die ze hebben. Maar ik wil nog een ander aspect naar voren brengen. Ja, die WODC-affaire.
Ja, maar vinden zij, eerlijk gezegd, hè, als je naar de heel nuchter tegenaan kijkt, wat ze extreem rechts noemen, dan hoor ik een paar clubs waar ik nog nooit van gehoord heb. Het zal helemaal niets voorstellen. Ik lees interviews met mensen die helemaal geen verschrikkelijke dingen zeggen. Ja, natuurlijk, sommigen zeggen stomme dingen, rare dingen. Maar goed, ik weet niet wie het zijn. Kan alles niet, zelfs als het niet verzonnen is, denk ik bij mezelf van, nou oké, is dit het? Ga een Volkswijk in, ga een Turks koffiehuis in en je hoort ergere dingen over Armeniërs en Koerden en over Joden, wij ze spreken. Dat is pas erg. En dan blijkt dat sommigen ook nog gewoon actief zijn in gewone seculiere Nederlandse politieke partijen. Of vakbonden. En dus als je er gewoon objectief naar kijkt, het stelt toch allemaal niks voor. Als ze een gift van een paar honderd euro aan het Farmers Defence Fund al als aanleiding moeten zien van nou, je bedreigt je voor de staatsveiligheid. Ja, het zegt toch gewoon je microfoon. Mist in feite. Nee, dat geeft aan. Kijk, je hebt hetzelfde gehad in het groot, om het even duidelijk te maken, met de NAVO. Uiteindelijk, de NAVO was die discussie, heeft er nog bestaansrecht? Warschau-pact bestaat niet meer. Rusland stelt militair gezien, in ieder geval een aantal jaren geleden, niks meer voor. Maar ze hebben gewoon een vijand nodig om te bestaan. Ja. Want het ja, ze is hebben hun baantjes toch nodig? Ze hebben een manier om macht te beheersen, om te integreren, om belangen van Amerika uit te oefenen. En het is zelfs met die veiligheidsdiensten. We hebben geen vijand meer. Nou, laten we er dan maar eentje verzinnen. Die band is, dat bleek met die James Clapper. Ja. Dat die band tussen de Nederlandse Veiligheidsdienst als toch een soort onderhorige uitvoeringsorgaan van de Amerikaanse Veiligheidsdiensten, die is er gewoon. Ja, je ziet het nu al met de Deense dienst. Je zag het al met de zogenaamde, dat noemden ze dan vroeger spottende sauerkraut. Volgens mij CIA of zo, of wat was het? Bedoelden ze de Duitse geheime dienst mee. Het zijn allemaal uitvoerende organen, dus van de Amerikanen. En het is een manier. Dat is na de oorlog ook zo opgezet. Hè? Dus bekend, kijk, Duitsland, de Bundesnachrichtendienst, is dus opgezet door. Het heette aanvankelijk Organisation Gehlen. Ja. Gehlen was een hoge nationaalsocialist. Die dus heel veel wist. En ik geloof dat hij Oost-Europa ook gespecialiseerd was. Dus dat kwam goed uit, de Koude Oorlog. Toen Duitsland dan weer kon bewapenen in 1955. Ja, en toen werd dat ineens de Bundesnachrichtendienst. En dat is in het kader van de Duitse democratische rechtsstaat. Maar die Gehlen, daar had nog nooit iemand een foto van gezien. Later dook iets op in zijn SS-uniform. Maar die man best alleen maar was een enkele foto met een telelens, met een zonnebril op, waar hij dan in Poel lag. Hè, daar zaten ze dan. Daar zaten ze dan stiekem te doen. Een villa in Beieren. En nu hebben ze een nieuw hoofdkwartier gebouwd in Berlijn. Dus dat allemaal natuurlijk. Maar dat is wel het ontstaan. En in Nederland is het precies zo. De hele veiligheidsdienst, die zijn opgezet vanuit de geallieerden, zeg maar. Even de naam even. OSS, MI6. Het Bureau Nationale Veiligheid heette dat aanvankelijk. Okay. Ja. Bekende figuren. Gerard Alders heeft daar heel veel over geschreven. Ja. En dan Villa Marhese gaat dan ook daarover. Dat was dat in die villa. Dus dat is denk ik in het hele NATO-gebied aangestuurd vanuit de bezetter dan wel bevrijder, hè, net naar perspectief. Frankrijk is natuurlijk op een gegeven moment onder de Gaulle een eigen koers gaan varen. Hè, maar hand- en spandiensten zijn natuurlijk wel blijven leven. Maar dat was die veiligheidsdiensten waren nog old school, gericht op het verzamelen van informatie van de communisten, de vijand. En dan komt dan in de jaren 70 dat de politiek van de spanning, activisme, strategie van en dat is dan overgegaan na de Koude Oorlog in iets nieuws. Ik denk dat daar, we hebben de Joegoslavië-oorlogen gehad natuurlijk. 9-11 is echt een keerpunt. Dan is in principe iedere burger verdacht. Was dat niet toch nog een poging? Hè? Want ik wil echt wel even dat punt van Erik nog uitlichten. Die 9-11 en die poging om dat moslimterrorisme echt als werelddreiging te zien, als vervanger van de communistische dreiging. Dat is door meerdere mensen, dat is niet mijn bedenksel, dus dat is door meerdere grote intellectuelen al uitvoerig belicht. Maar dat is natuurlijk, dat kunnen ze niet lang hard maken. En je ziet ook dat al die terreurwetten die op basis van moslimterrorisme of terrorisme dreiging zijn geïnitieerd, dat die nu allemaal aangewend worden
tegen mensen die, zoals Erik zegt, ja, eigenlijk helemaal niks verschrikkelijks beweren of soms wat ridicule meningen hebben. Of een IQ hebben wat niet echt serieus te nemen is als opinie. En daar wordt dan mee gepraat en daar worden dan meningen gepeild en opinies vastgelegd en dan geboekstaafd. En dat wordt dan samengebundeld als dreiging tegen de overheid. Dat eigenlijk die hele NAVO, dat nutten van en die werelddreiging van dat hele grote, die twee kampen, eerst communisme, vrije wereld en vervolgens moslimterrorisme, vrije wereld, ja, dat valt eigenlijk allemaal weg. En dan nu richt dat hele staatsapparaat zich niet meer op iets internationaals groots, maar op iets eigenlijk iets totaal. Ja, die zijn de futiels. Totaal. Maar die Canadees in Japan, hoe heet hij ook alweer? James Corbett. We hebben een keer een Studio Generale van meegemaakt in Groningen. Ja. En James Corbett had het toen over het Gladio B-netwerk. C, hij heeft het nu al over. Oh, C. Ja. Maar had het dus ook over dus het Gladio-netwerk. Ja. En dat was gericht op Koude Oorlog natuurlijk, ja. Op de communisten. Maar het Gladio B, dat past hij dan vooral toe op de Amerikaanse activiteiten Centraal-Azië met behulp van Turkije. Toen kwam ik dus ook de naam van Baybassin tegen in dat verhaal. Want, zei hij, Baybassin was dus betrokken bij het oude Turkse militaire regime. Wie zijn dat? Dat zei Corbett. En ja, dat vind jij natuurlijk interessant. Nou, ik weet, ja, Corbett Report. Ja, dat ja. Dus? Ja. Wow. Ja. En zei hij van, men wilde dus de nieuwe, toen de AK-partij in feite de macht heeft gekregen of gegrepen of noem maar op. We wilden zij kom afmaken met figuren als Baybassin. En werd er een soort deal gesloten met Nederland van, wij zijn van Baybassin af als bij jullie in de gevangenis zit. En jullie zijn ook van hem af als getuige tegen Demmink. Tenminste, hij noemde dat niet direct, maar dat, die koppeling maakte ik. Ja. Want Baybassin bleek dus in het hele Gladio-verhaal dus een rol te hebben gespeeld. En ik dacht, oh, Gladio B, dat betekent dus andere agenda, andere dreiging. Ja, en op een gegeven moment, als je het nu al hebt over Gladio C, doel de politics of tension. Je moet spanning, je moet angst creëren. We hebben het er eerder in deze marathon-uitzending over gehad. Die Frank Furedi, ja. Die cultuur van angst, geven een boek over heeft geschreven. En die toch uitlegt van, wij Westelingen worden steeds banger voor alles wat los en vast zit. En er is eigenlijk bijna niks meer nodig om bang te zijn. En hij is op een gegeven moment gaan turven hoe vaak het woord angst in Engelse dagbladen verschijnt. En dat zie je gewoon per jaar, zie je echt omhoog springen. Dat het als, gewoon als term. Echt gewoon, ben ik bij, ja, zie je dat gewoon vertienvoudigen. En ja, ze hebben gewoon angst nodig om ons in het gareel te houden. Ja. En ja, ik denk dat ze gewoon naastig op zoek zijn naar een vijand. Ja, dit is allemaal heel erg desperate allemaal. Als je, en dat ik echt denk van, ik vond de islam eerlijk gezegd als terroristische dreiging, vond ik ook niks voorstellen. Wat Robert Lem altijd zegt, heeft hij ook hier verkondigd, tot ongenoegen van sommige kijkers, maar moet je hem nageven dat hij dat durft te zeggen. Als je als westerse landen onterecht moslimlanden binnenvalt, daar de boel helemaal op stel te zetten. Ja. Miljoenen van mensen op drift. En vermoord. En vermoord, maar ook op drift bombardeert. Ze worden boos. Ja. Vergast. Met bommen. We zien de bommen. Weet je, daar is dan wel een verband tussen het een en het ander. Misschien. Dat is een terecht punt van Robert Lem, dat hij wel vaker heeft gemaakt. En dat moslimterrorisme, ja, het zal allemaal wel. Misschien die waarden zijn ook niet verenigbaar met humanistische waarden. Nou, mijn waarden zijn die ook waarschijnlijk niet. Maar het ultraconservatief. Het draait natuurlijk wel om. Ik ben ultrakort. Ja, nu ook ultrakort. Ja. Dus ik pak trouwens even een glaasje, want ik lust alleen wat van dat geweldige Groningse water. We zien hebben ook bietensap in. Oh joh, heb je dat ook nog? Gaan we nou eerst afbreken? We zien een verschuiving van. We gaan zo afbreken. Een verschuiving van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Hè, waar dus je moet zo opnieuw beginnen. De kiem ligt van de Koude Oorlog daarna. Ja. We zien dus van. Dan komen de transatlantische netwerken. Mm-hmm. En uit de transatlantische netwerken zijn onder andere de Europese gemeenschap ontstaan. Mm-hmm. Allerlei instellingen, ook die veiligheidsdiensten.
Je vindt er ook wel een en ander over in het fantastische boek van Thierry Baudet, Aanval op de Nazistaat. Die gaat daar toch wel uitvoerig op in. En dan zijn we dus terechtgekomen, transatlantisch, transnationaal. Het overstijgt de naties, het is niet meer een pak tussen naties gewonnen. Ja. En de transnationalen, en ook de SDG's, dat zijn de transnationalen, die hebben een vijand. En dat zijn al die mensen die nog gewoon ergens wonen in een staat, in een dorp. En die nog grenzen goed vinden, die grenzen beschermen. De somewheres tegen de anywheres. Precies, de somewheres tegen de anywheres. Voordat ik... Oh, sorry. Nee, maar, dus dat hele stramien van al die diensten en zo. En ze creëren dus ook modellen die de media gewoon klakkeloos overnemen. Ja. Ik vind het een rotwoord tegenwoordig, het narratief, het verhaaltje gewoon. Nou, na het corona-verhaaltje komt er nu een nieuw verhaaltje. We horen deze dagen toch even, want dit sluit hier direct op aan, wat ons misschien nog te wachten staat. Ik meen op 7 of 9 juli vindt er een grote oefening plaats. Cyberpolygoon 2021, onder leiding van Klaus Schwab, heeft een eigen website, cyberpolygoon.org. Ja, het nieuwe corona. Dan gaan ze dus een simulatie maken met alle bedrijven en transnationale groepen. Wat als het internet uitvalt wereldwijd? En deze dagen, dus een cyberwar is er nou begonnen door Wit-Rusland tegen ons. Ik denk, ja, maar ze halen een vliegtuig uit de lucht. En Rob van Wijk die zei vanmorgen op de radio, we moeten het beantwoorden met cyberwar. We moeten de Wit-Rusland platleggen digitaal. Maar de NRC ging verder. De NRC zei, Rusland heeft de oorlog aan ons verklaard. Ja. En dat mag dan wel wat kosten, die oorlog. Want Rusland steunt Wit-Rusland. En Wit-Rusland heeft gedwongen dat vliegtuig te laten landen. Mijn vrienden in het Kremlin die hebben mij al verteld dat als het aan het Westen lag, dat zij 5-6 weken terug al lang in de Derde Wereldoorlog hadden moeten zitten. Ja, dat is eigenlijk. En dat het aan Rusland nog steeds ligt, dat, en net zoals in 2015 en net zoals heel vaak, dat we daar niet in zitten. Ja. Wat je zei, even nog terugkomen over Baybassin en Corbett, niet die naam ken ik van vroeger toen ik wel eens wat filmpjes keek van hem. Maar eigenlijk kan je Baybassin ook zien als een soort klokkenluider. Hij is ook een soort geheim agent geweest. Hij had kennis van, wat ze zeggen, was deep state, staatsmannen. Ja. Ja, en hij is eind jaren 80, hebben we het misschien in 89, is hij naar buiten getreden. Of nou een lokale omroep was, in ieder geval. Of hij ging op een tv-zender vertellen hoe de Turkse staat bezig was met drugstransporten. Ja. Nou, dat is nogal wat. Turkije is de doorvoerhaven van Pakistan, Afghanistan naar heel Europa. Hij ging dat vertellen en dat er toen de tijd, meen ik, $50 miljard verdiende Turkije eraan. Dus drugstransporten. Maar hij, als je kijkt met de kennis van nu of toen, hij vertelde dat toen Nederland ook een narco-staat was. Want Nederland, de nieuwe inspecteur-generaal van Carola Schouten, Gerard Bakker, ook betrokken bij mijn eervol ontslag, die was samen met Fred Teven werkzaam in het IRT-tijdperk. Wat gebeurde er? Gerard Bakker heeft vorig jaar tijdens een webinar gezegd, ik kan je gewoon nog terugzien, we runden als het ware een drugslijn. Ze runden ook een drugslijn. Mm-hmm. Onder toezicht van justitie en politie werden er honderdduizenden kilo's hard- en softdrugs ingevoerd. Best wel apart, toch? Baybassin zei dat dus eind jaren 80... dat de Turkse staat daarmee bezig was. En Nederland deed hetzelfde. Coördinator drugsbeleid was Joris Demming. Aha. Het is echt waar. Ja. En heel apart is dat ik heb vandaag bij het Binnenhof geweest en heb ik Schouten, Ollongren en Dekker gevraagd. Sander Dekker, ik zeg, heb jij Gerard Bakker gepromoveerd? Hij zegt, nee. Want ik zeg, mevrouw Schouten, kent u Gerard Bakker? Toen zegt ze, dat is mijn nieuwe IG. Weet je wat hij wordt? De inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja, oh ja, ja. Maar Maar Baybassin, die moet je voorstellen dat hij dat toen de tijd... Ja, toen hij een boekje opendeed, toen dachten ze van, ja, pleuris, hij gaat onze geheimen verklappen. Ja. Weet je, wat is hij nou aan het doen? En
Toen moest hij Turkije ontvluchten. Hij is uiteindelijk naar Afrika gevlucht. No. Maar de Nederlandse staat en de Turkse staat die handelden, ja, die zaten zeg maar. Ja, maar je ziet dat ook Gladio-netwerken die op het algemeen het bestond. Moesten, Gladio bestond. Ja, die moesten bestaat, zich financieel bestond. Zichzelf bedruipen. En in Nederland gebeurde dat waarschijnlijk onder meer door de illegale wapenhandel. Door het legaal maken van illegale wapens stoppen. En andersom. Riepke, je moet je microfoon echt... dat kan niet. Lager of... Gedraag je. Ja, anders dan zitten we hier een hele toffe talkshow te houden en je hoort alleen maar... Is dat zo? Gladio-netwerken moesten ze zelf financieel bedruipen. Want dat moesten gewoon dat is een stand-alone netwerk. En een echt stand-alone netwerk mag niet afhankelijk zijn van wie of wat dan ook. En in Nederland, nou ja goed, in mijn inziens stelde dat toch niet heel erg veel voor. Maar misschien wel iets meer dan ik denk. Maar gebeurde dat dus heel meer met wapenhandel. Ook door de firma, met behulp van de firma Muns in Amsterdam. En die maar wapenhandel dat heeft Peter R. de Vries. Peter R. de Vries heeft dat spoor op. Ja, gevolgd. En op een gegeven moment kwam je erachter dat dus wapens van via de marechaussee werden dus wapens ook van via met behulp van Muns en een handelaar in Luik. Die werden dus bewerkt. En die kwamen overal in Europa, kwamen die tegen, ook bij aanslagen of moorden op agenten. Okay. En dat heeft hij toen aan de kaak gesteld. Maar dat was een heel import-export circus. Ja, maar de uiteindelijk zijn er mensen opgepakt. En toen ging je erachteraan van, is er nog iets gebeurd? Die mensen waren allemaal weer vrijgelaten. Die wapenhandelaar in Luik, die was ergens anders weer met zijn wapenhandel begonnen. Alle ambtenaren, betrokken ambtenaren, hadden geheimhoudingsplicht opgelegd gekregen. Het hele circus ging gewoon door. Dus daarom geloof ik ook niet dat Gladio is opgeheven. Maar dat het gewoon nog doorgaat. Ja. Maar ja, met wat voor vijand dan, denk ik. Geen moslims, geen communisten. Jij. Ja, wij. Ja, boeren. Ja. Boeren, burgers en buitenlui. Ja. Gewoon de oorlog tegen de eigen bevolking. En dat is maar kijk, we hebben dus gezien dat er dus het grote narratief, zoals Oscar dat noemt, dat is gewoon ingestort. Dat kon gewoon niet meer opgehouden worden. Het is super klein gemaakt. Het is totaal gefutiliseerd. Dat hebben we allemaal aan de lijve ondervonden hoe futiel dat allemaal geworden is. En dan in één keer, pats, dan is dat corona-verhaal er. En dan maken ze dat in één keer weer helemaal globaal. Dan ontstaat er dus weer een heel... Dan hangen ze dat hele futiele dreigingsbeeld, wat ze zelf... het is lachwekkend. Hangen ze in één keer op aan een ongelooflijk groot globale dreiging van corona. Ja, health security. En de wereldgezondheid. Ja, gisteren ook. Het RIVM bracht nu weer een persbericht uit... dat heet ook Planetary Health. Dat is door de Rockefeller Foundation gelanceerd samen met The Lancet. Dus het hele idee dat globale milieuveranderingen, climate change, dat direct te koppelen is aan gezondheid. Dus je ziet ze nu die move maken van, er zouden meer mensen zijn overleden door de klimaatverandering, wat het ook mogen zijn. Klimaat verandert altijd. Hè? Dus ja, of het nou meer neerslag is of warmte, maar in ieder geval... Zij zouden nou hebben aangetoond, met natuurlijk weer een rekenmodel, RIVM, van meer doden door de klimaatverandering. Dan zie je al de move die gemaakt wordt dus van corona aan de ene kant, dat is ook een gezondheid waar de overheid absolute controle eist, naar klimaat, waar men ook gezondheid nou dat claim oplegt, dat ze dat naar elkaar toedrijven, om uiteindelijk ook tot hetzelfde beleid te komen, namelijk de lockdown, maar dan komt ook de klimaatlockdown. Want ja, jij moet voor 2030, Tom, met die stinkende Bentley van je, die moet gehalveerd worden. Die lekkere pruttelpot. Dus als we dan straks die testwet, en je hebt zo'n COV-ID, COVID, heb je bij je. Ja. Daar komt dan vanzelf ook op te staan hoeveel CO2-punten je nog over hebt voor de maand, voordat jij ook onder huisarrest moet. Ja, we zitten nou in het STG-verhaal, maar... Ja. Ik dacht wel bij dat hele die nieuwste uitspraak rond door Agenda, dus aangespannen dat proces tegen Shell. Precies. Dus niet Urgenda was dat, dat was Milieudefensie. Oh ja, Milieudefensie. En Milieudefensie is gewoon het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat en de postcode loterij. Dat vermoeden had ik al. Maar dan zie je dus dat als privaat of ondernemingen al aangepakt kunnen worden, dan kunnen misschien slagerijen ook worden aangepakt om bijvoorbeeld geen vlees meer te verkopen. Exact. Of burgers kunnen dan worden aangepakt. Of ze hebben voldoende emissierechten, maar die kunnen zij niet opkopen. Ja. Multinationals wel. Ja. 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 Heren, Huigplug, wij gaan hem bedanken voor zijn aanwezigheid. Ja, is goed. Fijn dat je er was.
En dat je mee wilde praten over dit NCTV-thema. Fijne reis terug naar Katwijk aan Zee. Dankjewel. En veel succes op het Binnenhof. Ja. En met je zaak. Wordt vervolgd. Doen we. Ja, best wel. Hey, succes. Jo. Tot ziens, Huig. Hey, tot ziens. Hè. Tot ziens. Lange dag. Reis. Moet je me maar niet vergeven. Ja, nee, je hebt een super lange dag gehad. Vanmorgen was je op Binnenhof. Vanmiddag zat je in de rechtszaal. Ja. Vanavond zat je bij Blue Tiger Studio. Nou. Het is je helemaal vergeven. Ja, ik had liever aan het werk geweest. Echt. Maar jongens, tot ziens. Jo. Hey. Hoi. Beste. Succes wel. Doei. Ja. Jij had het ooit een keer onlangs tegen mij over dus die digitale euro. Dat elke transactie dan geoormerkt kan zijn. Zag jij dat ook nou, alweer? Ja, nou, kijk, dus angst. Hè? Angst is dan een onzichtbaar heersersinstrument. Angst voor een boete, angst voor arrestatie, angst voor dit, angst voor verraden te worden, angst voor aangeklaagd te worden, et cetera. Angst. Het ultieme middel zal waarschijnlijk mede zijn... Die digitale euro, om even te herhalen, dat is niet hetzelfde als we nu hebben een bankpasje of zo. De digitale euro is digitaal. Men zegt dat het in een blockchain technologie gegoten wordt, dus het is ook moeilijk te kraken en te maken. Maar dit kent dan bijvoorbeeld een vervaldatum. Dus wat zou kunnen zijn, dat met de Great Reset, dat die dus, het kan zijn via... corona. Het kan zijn via klimaat, dat je zegt. Dat is absoluut het zijn scenario's die we bespreken. Maar het kan zijn dat men een regionale internet blackout, dat begrip is al langer, van wat als het internet samen ineens stort of wat. Dat kunnen ze regionaal doen. En dan komt als redder in de nood de centrale bank, de Europese centrale bank, met een digitale euro. Men noemt het dan een wallet, hè, in bitcoin-termen, wallet, hè, en die krijg je dan. En daar staat dan zeg maar 1.000 euro op. Dat krijg je dan als basisloon. Iedere burger krijgt dat, om die crisis te overleven. Net als het tientje van Liefdik, hè. Maar 10 gulden, 10 gulden 1946, dat is, laten we zeggen, 200 euro nu. Ja? Dus daar kun je daar even mee vooruit. Dus je krijgt 1.000 euro, in ieder geval. En die krijgt dan een vervaldatum, een vervaltermijn. Dus net als een soort beltegoed. Wat dan vervalt op het eind van de maand. Dat moet op. Sterker nog, als jij dus niet voldoet aan je SDG-doelen, denk dat het zo zou kunnen gaan, dan vervalt het sneller. En als jij dus aankopen doet die goed zijn, krijg je misschien wat bonus of wat korting. Dus het wordt zo dat betekent, geld verliest zijn neutraliteit. Geld is als goed, hè, neutraal. Het is een scenario, maar eigenlijk een soort puntensysteem wat China heeft. Ja, het social credit system van de Chinezen, waarbij goed gedrag beloond wordt, slecht gedrag gestraft. Hm. Maar dat ook nog in de vorm van geld. Dus niet alleen maar je virtuele OV-chipkaart, dat je niet meer kunt reizen naar waar je wil. Je mag alleen nog maar naar je werk of zo. Hè. Dat kan dan ook niet meer. Dus dat is het totale gedigitaliseerde... mens bijna, dus jouw hele leven zit dan in de matrix. En dan is daar geen ontsnappen meer uit mogelijk. De vraag is, rest ons nog tijd om dus eerst ons dat bewust te zijn? Nou ja, als we dus Satori mogen geloven, worden we omgeven door gekken, opgewondenen, overdrijvers en charlatans. Hij noemt het postdenken. Je kunt redeneren wat je wil, het komt nergens meer aan. Nou, dat is een groot probleem. Niet in de wetenschap, niet in het parlement, niet in de journalistiek, niet nergens meer. Wij kunnen, als slaan ze met de waarheid om de oren, het raakt ze niet meer. Nee. En wat dan te doen? En volgens mij moeten we het echt daar gaan zoeken in de menselijke persoon, de menselijke natuur, zijn lijfelijke aanwezigheid. Daarom ook, we moeten ons dat niet laten afpakken. Onze lijfelijke aanwezigheid, dat kan zijn een vriendschap, dat kan zijn een zakelijke relatie, dat kan zijn wat dan ook, een twist. Maar wij moeten zoveel mogelijk uit dat virtuele domein, we kunnen het dan gebruiken om informatie uit te wisselen, maar we moeten ons leven, echt als mens van vlees en bloed, hè, in je boerderijtje, in je weiland of in de stad, in je appartement. Maar daar, en ik vind dus dat het laatste wat wij moeten opgeven, dat is dat wij
de baas zijn als kiezer over al onze vertegenwoordigende lichamen. Gemeentelijk, provinciaal en nationaal. En dat betekent, wij hebben het recht om bij elke zitting aanwezig te zijn. Niet alleen maar geïnformeerd te worden via mediakanalen. Aanwezig. Nog even iets, want als je aanwezig bent, bijvoorbeeld bij de kiesraad. Ja, ik was daar in Den Haag, ik heb geprobeerd binnen te komen, het ging dus niet. Nou, Willem Engel was er ook, maar die heb ik op een beeldscherm gezien. Ik had graag Willem Engel even willen zeggen, hé, goed, als je dan zit op de publieke tribune, dan maak je een praatje met elkaar. Vroeger was het zo, ik heb dat voorbeeld genoemd, hè, over die Kamerleden in de Statenpassage, ja, met die kubussen. Ja. Als jij naar een commissievergadering gaat, dat zijn kleine zaaltjes, en daar waren altijd geïnteresseerden vroeger. Wat dan ook, al is het maar een student. Jij kunt een Kamerlid aanspreken, even iets aan zijn jasje trekken. Hey, ja. Ja. Gewoon informeel, menselijk, en niet via... Nogmaals, ik heb dus op de digitale manier alle Kamerleden zo'n beetje aangeschreven. Dat doe ik nu al 3 maanden. Nul antwoord. Ja, heel in het begin met de uitzonderingswet kreeg ik dus van de SGP, van de fractiemedewerkster, een inhoudelijk een reactie. Dat was netjes. Ja. Over de rest, nul. Ja. Maar als je daar kunt zitten, dan kun je zeggen even, hé, dit Kamerlid of die. Of je steekt even een envelop in de handen en hé, een mensencontact, dat gaat heel snel. Visitekaartje uitwissen, dat is weg, dat is af. En wij moeten dat heroveren nu. Want ik ben bang dat als we ze... De commissie Digitale Zaken, als ze hun gang gaan, dan wordt alles gedigitaliseerd. Hè, en iedereen zit dan thuis als volksvertegenwoordiger. Er is geen publiek, lekker makkelijk, geen journalisten, niks. En alles gaat digitaal en dan zitten ze maar. Ja, dan kunnen we ermee stoppen. Want hun kamervragen worden eigenlijk aangereikt via persberichten van ofwel ministeries ofwel grootbedrijven. Of als ik een verhaaltje in een krant, die ook weer afkomstig zijn van ministeries of persagentschappen. Maar het is allemaal voorbereid, allemaal gestuurd, gevormd, voorgevormd. Ja. En dat bepaalt natuurlijk ook hun volksvertegenwoordigerschap. Wij als kiezer zijn de opdrachtgever van de volksvertegenwoordigers. En niet één keer per 4 jaar stemmen. Punt. We moeten daar aanwezig zijn. Ja. En ik stel ook voor, hè, mensen, spreek met elkaar af. Alle mensen in alternatieve groepen die demonstreren voor de behoud van de rechten. Goed, ga er ook mee door. Maar ga nou eens in plaats van 1 demonstratie op het Malieveld of in het Vondelpark of waar dan ook, hè, of op het Museumplein. Zeg nou eens even met 100 man, wij willen op de publieke tribune zitten van de gemeenteraad van Amsterdam. En doe dat iedere keer. Als er iedere keer 100 mensen staan, wij willen naar binnen. Ja, nee. En dan vreedzaam, rustig, net zo lang tot die politici snappen, jullie hebben niet het recht om het volk buiten te sluiten. En dan is dat corona... Gericht demonstreren. Niet meteen grasprietjes, maar waar het nodig is. Kijk, want je ziet nu ook dat politici de neiging hebben om het volk te ontlopen. Het wordt als stalking gezien, intimiderend. Als boeren bijvoorbeeld vleespakketten afgeven bij een volksvertegenwoordiger. Bij een volksvertegenwoordiger. Precies. Kijk, vroeger was het zo, alle privéadressen van volksvertegenwoordigers op hoge uitzondering na waren bekend. Mm. Kon je zeggen, maar de medewerkers waren ook bekend. Je wist precies, we weten het niet, wie de fractiemedewerkers zijn. Maar iedereen die van publiek geld betaald wordt, daarvan heeft het volk recht op te weten. Tot enkele jaren geleden was in België ook nog bekend waar alle parlementsleden woonden. Zelfs adres, van Philip de Winter? Ja, telefoonnummer, alles kon je gewoon vinden. En je kon gewoon bellen of, nou goed, misschien niet op. Ja, en die volksvertegenwoordigers, die moeten natuurlijk ook, die moeten ook zich open opstellen. Communiceren met hun kiezers. Ik denk dat ze gewoon een spreekuur moeten hebben. In Duitsland, in Duitsland heb je een half districtenstelsel. En ik heb daar eens met verkiezingen wat een en ander meegemaakt van dichtbij. En dan brengen de kiezers 2 stemmen uit. Een lijststem en een stem op een districtskandidaat. Nou, en dus die districtskandidaten, die vallen meestal toe aan de grootste partij. Dat is dan in dit geval met 1 ronde, burgemeesters niet, dan heb je 2 rondes. Hè. Dus degene die de meerderheid heeft, de relatieve meerderheid, dus zeg maar 40%, en dan 30%, met 40% die gaat dan in de Bundestag. Maar de meesten die onderhouden contact met hun achterban, die hebben een spreekuur, die hebben een kantoortje. Ja, je hebt een kantoor in het district. In het district. Klopt. Ja, en dat is in Nederland niet. Dat is, ik kan me heel vroeger herinneren dat ook Tweede Kamerleden dat hadden. Misschien dat het nog bestaat, maar die openheid moet van 2 kanten komen. Maar ook de interesse van het publiek. Ja, het wordt nu allemaal afgeschermd voor het publiek. Steeds meer. Ja, duidelijk.
Goed punt. We gaan afsluiten. Dus ik wil nog de andere kant van de tafel de kans geven om even het laatste woord erover te doen. Ik denk sowieso, kijk, volksvertegenwoordiging heeft al lang niet meer de echte macht. Dus mijn advies zou ook zijn, al die milieuclubs die nu met subsidies... Processen voeren en aan gang houden. Heel mooi voorbeeld is dus Milieudefensie. Die krijgen gewoon 10 miljoen euro per jaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken om aan alle oppositiegroepen te besteden die de 2030 agenda door het keelgat duwen. En die hebben dus ook die zaak gevoerd. Dus het was ook een beetje de overheid die tegen zichzelf dus een proces voert. Hè? Om iets van democratie weer terug te krijgen is het eigenlijk heel makkelijk. Kijk ook op provinciaal niveau heb je milieufederaties. Niemand vertegenwoordigt ze. Even normaal gaan zitten. Ja, ze vertegenwoordigen niemand behalve dus nou GroenLinks, PvdA. En een paar ambtenaren binnen dat provincieapparaat. Ja. En die geven hun jaarlijks, ook in Friesland zie je dat, die krijgen gewoon 9 ton subsidie. Zouden ze die subsidie niet krijgen, bestond de hele Milieufederatie niet. Maar die dringen zich nu wel als een soort maatschappelijk middenveld op tot in de kabinetsformatie aan toe. Er is gewoon eigenlijk, democratisch gezien, is er geen enkel bestaansrecht voor die clubs. Die krijgen, ik heb dat ook in kaart gebracht, die krijgen iets van 160 miljoen euro marketingsubsidie per jaar op landelijk niveau en op provinciaal niveau. Nou, dat moet er gewoon helemaal af. Waarom krijgen die clubs nog zoveel overheidsgeld, terwijl zij voor een duidelijke politiek voorstaan, waar waarschijnlijk bij eerlijke informatie het overgrote deel van de bevolking helemaal niet om zit te vragen. Heel mooi voorbeeld is nou, hey, je hebt nu een visser, wees mij daarop, de Climate Babes. Ja, je hebt dus een, dat komt van een... Climate Babe. Er is een, ja, daar... nee, maar die, ligt, die ligt ook prachtig in het groen. Die ligt er heerlijk, ja. Maar die is ook niet zo verzuurd. Hè. Dit zijn van die... Romig. En, ja, oh, heerlijk, ja. De zachtheid van de huid, dat is Hans Laagland is echt... Dat is harmonieus in overeenstemming met de natuur. Maar wat hebben ze hier gedaan? Ja, waarschijnlijk is dat gewoon Mariette Hamer of zo, zo'n PvdA-monster. Dat wat gefrustreerd zit te twitteren. Maar wat hebben ze dan gedaan? Zo'n castingbureau. En hebben ze van die leuk lijkende meisjes die dan af en toe met zo'n bordje van... Ik word heet van zonnepanelen. Of ik word nat van waterkracht. Zo staan ze dan. Ja, wat hadden we nog meer? Ik heig van windenergie. Ja. En dan? Ik sla mijn nagels in jouw rug van kernenergie. Mag dan weer niet. Nee. Maar dat zijn dus de climate babes. Ja. He, maar om er even aan te geven, wie vertegenwoordigen die nou? Want hoeveel volgers hebben die nou? 50 of zo? Oh ja, 49 misschien. Ja, maar dat wordt gewoon allemaal kunstmatig opgepompt, omdat daar geld heen wordt gedouwd vanuit de overheid. Ja. Alleen maar om dus die agenda op te dringen die een zeer klein minderheidsbelang vertegenwoordigt. Ja. En die hebben wel onevenredige invloed. Want ja, je moet niet vergeten, als jij een marketingbudget per jaar hebt van honderden miljoenen, kun je jouw zogenaamd maatschappelijk belang enorm opblazen. Dus dat moet gewoon helemaal af. Ja. Er moet gewoon... compleet rigoureuze bijl en subsidies. Wij missen dus al die milieuclubs moeten gewoon opgeheven en uitgeroeid. Ja, wij missen dus in de politiek een duidelijke stem. Nou goed, die is met alle Die wordt afgeleid en bezig gehouden met interne zaken. Ja, en maar die laat zich ook steeds meer afleiden en bezighouden. Ja, maar wij ook. Ja. Dat is wat ze willen. Dus wij zijn enorm druk met al die bezigheden die ze ons... als ik wil, dan kan ik 5 advocatententeams zetten op de NCTV, op onze bank, op Molly, op andere aanvallen die er op de Blauwe Tijger worden uitgevoerd. Maar uiteindelijk ben je alleen nog maar daarmee bezig. Ja, dat willen ze ook. Dat is wat ze willen. Exact. Ja. Eigenlijk is ook het hele idee van klimaat en milieu... Ik bedoel... dat zijn alleen maar frames om jouw tegenstander in te vangen. Want kijk, het mooiste klimaat is ook geen natuur. Klimaat is een menselijke constructie. Nee. Het is ook geen goddelijke schepping. Het is een menselijke schepping. Het is een statistisch construct. Net als milieu. Ja, gemiddelde parameters van bepaalde chemische concentraties. Ja, dat kun je niet beschermen. Milieubescherming is eigenlijk een absurditeit. Milieu kun je niet beschermen. Je kunt wel natuur beschermen. De kiwitaar en de das in zijn hol daar.
Ja, ze moeten gewoon een dak om de wereld bouwen, zo. En dan heb je een binnenklimaat. Nou, dan kunnen ze prachtig controleren. Dat kun je mooi afregelen. Ja, hoor. Misschien zou dat... Ja. De mensen... ultieme controlfreak dream zit inderdaad in die Maar goed, daar heb ik het over. Kijk, ik wou ook een partij oprichten. Groningen overdekt. Ze worden altijd verleid. Zo'n grote ijshal bij. Geoengineering, hè? Ja, we hebben een paar keer de naam van Martin Bosma laten vallen. Met al respect. Hij heeft natuurlijk wel best wel een fantastische dingen gedaan. Sympathieke kant. Uitermate sympathieke kant. Maar ik denk, geef maar wel bij mezelf, en ik heb dat bij sommige conservatieve organisaties ook dat idee, die veel meer armslag hebben dan wij of jij hebt. Waar zijn ze eigenlijk de hele tijd mee bezig? Zij zitten in de positie dat ze... Ja, met organisatiedingetjes. Ja, wat voor organisatie? Er bestaat toch geen PVV als partij? Ik denk dat ze alleen maar facilitair bezig zijn. En daarnaast kopiëren ze heel sterk het proza van de tegenpartij. Was ook... een aantal jaren terug, dan zag je allemaal van die bordjes ook op boerenland. Van boerbewust. Oh, van de schuldbewuste boeren. Ja. Die hebben zich een schuldcomplex aan laten praten. En vervolgens dan boerbewust hashtag. He, dus dan van nou, ik ben een schuldbewuste boer die helemaal al die beschuldigingen die wij van die groene maffia hebben gekregen. Die hebben wij ons zo aangetrokken van nee, wij zijn niet zoals jullie zeggen dat wij zijn. Ja, ja. En wij willen ook constructief zijn. Dus wij willen ook een steentje bijdragen. Oh ja, en dat is ook zo mooi. Wij zijn altijd van het midden, hè, de middenweg. Ja. Maar wat is dat midden bij die mensen? Je dat bezig is laten niet... houden door de tegenpartij. Ja, maar dat is helemaal niet een redelijke houding aannemen of zo. Want van het midden zijn, dat is een bepaalde beheersing en een bepaalde beschaving tonen. Maar dat betekent niet dat jij jouw standpunten zo verwatert tot er helemaal tot niemand er meer een aanstoot aan neemt. Ja. He, dus er is een hele misvatting ook over wat nou de middenweg is. Dat is, ja, ik zwak mijn standpunten zo als dan... Het klassieke midden is natuurlijk een midden tussen allerlei menselijke eigenschappen. Maar het liberale midden is het midden van het spectrum van opinies wat toegestaan precies. Is. Zijn natuurlijk twee totaal verschillende middens. Ja, we hebben er al een keer een mooi boekje over uitgegeven, Erik. Ja, dat klopt. Ja, maar dat zie je nu dus gewoon wel heel erg terugkomen. Ja. Precies over het midden. Ja. Mag ik nog een afsluitende opmerking maken? En dan noemen we dat... Nou, ik hoop eigenlijk van ganse harte dat bepaalde mensen... wel degelijk die meer in staat zijn dan wij om dat te doen... echt de ruimte pakken die ze hebben. Mm. Ik vind Van Houwelingen vind ik eigenlijk al goed bezig Verademing, zijn. In die paar weken tijd dat hij iets doet... doet hij volgens mij al meer dan sommige anderen in een jaar hebben gedaan. In ieder geval in die contraille. En ook to the point. Ja, laat ik het voorzichtig zeggen... En het is niet de meest flitsende persoon die er daar rondloopt. Misschien was het ook wel een goede eigenschap. Ja. Want we hebben ook geleerd dat al die zogenaamde flitsende personen... Ja, dat die ons ook niet altijd veel verder brengen. Nee. En dat is eigenlijk de hoop die ik dan uitspreek. Samen dus met... En ik wil de woorden ook van Oscar wel onderstrepen. Maak gebruik van de middelen die er zijn... bijvoorbeeld vergaderingen bezoeken. Ik vind dat, als je het over de gemeente hebt... dat is eigenlijk bereikbaar voor veel mensen. Ja. Zoek daarin bepaalde gelijkgestemden. Ja. Dat moet mogelijk zijn met Telegram-groepen of wat weet ik veel wat. Begin maar met Facebook. Ja, maar zoals het vroeger was, de raadsvergadering... en dan was dat gezellig en dan daarna een biertje drinken en zo. Ja. Het is gewoon... Het hoort erbij. Maar ik deel toch niet jullie optimisme... Ik moet zeggen, die grondwetswijziging zoals dat nu gaat, die worden er doorgejast, geen aandacht. Ik vind het dus dat de Staten-Generaal zich buiten de grondwettelijke orde hebben geplaatst. Dan kun je zeggen, dat is allemaal heel theoretisch. Oscar, kijk, als wij gewoon de bewoordingen van de NCTV overnemen en het schetsen in een sfeer van en een ontwikkeling naar... dan zie ik ook wel dat er heel snel al een sfeer geschapen gaat worden door het politieke bestuur, dat überhaupt een politicus die een burger ziet, überhaupt ziet, dat al als intimiderend gaat ervaren. Ja. En niet alleen voor zijn eigen voordeur, maar ook op straat, maar ook voor zijn werk. Dus, en ook bij de plenaire vergadering. Ja, maar bijvoorbeeld, of dat nou ermee te maken heeft, ik heb er een paar keer op gewezen bij het parlement. Vrijdag heeft de nieuwe Tweede Kamervoorzitter een brief doen uitgaan. Ze had voorkennis van de verruiming van de coronamaatregelen. En nu heeft ze dus vrijdag een brief gepubliceerd aan de Kamer.
en gezegd, ja, we gaan nu weer publiek toelaten. Maar alleen op woensdag, na aanmelding, en dan in blokken van 2 uur. Maar alleen op woensdag. Alleen de laatste dag voor het reces mag het dan op donderdag. Ja, onder voorwaarden, restricties. Dus schuif al een beetje. Ja, ja, en dan, kijk, als een debat 3 uur duurt. Kijk, vroeger was het met een schoolreisje en zo. Ja. Of studenten, die gingen daar even zitten. Hup, die zitten midden in het debat. Ze kijken even en na 10 minuten gaan ze weer naar buiten. Ja. Hè? En ze zien iets. Maar er zijn ook mensen, nog even, ja, afgezien van de journalisten, die mogen er dan wel bij zijn in de zaal. Die hebben een eigen plekje. Maar gewoon het publiek, die moet gewoon een onderwerp kunnen volgen. Als er een gemeentelijke herindeling is, dan, normaal gesproken zitten er altijd heel veel mensen van die gemeentes. Ja, dus dat is helemaal weg. Dat is helemaal weg. De politieke participatie van de burger is vernietigd afgelopen jaar. Kapot gemaakt. Herstel dit en dit moet snel gebeuren. En de bevolking en de mensen die dus menen dat zij de bevolking kunnen dienen door het te leiden. Hè? En ook die in de Tweede Kamer zitten, hoor. Die moeten dan zeggen, oké, we zien in, we hadden dat niet, waren ons dat niet bewust. Maar nu gaan we daar, dan gaan we eraan werken. Dat is het minste wat we mogen verwachten. Maar als ze blijven zwijgen en gewoon doorgaan en hun kamervragen stellen en hun moties en zo, en dan een soort medianummertje maken, en dan ook nog klagen dat het een burn-out fabriek is. Hè, want dan gaan ze collectief klagen zo. Het is allemaal zo verschrikkelijk. Er werkt 800 man ambtelijk voor de Tweede Kamer. 800 man. Alleen het is een kwestie van prioriteiten stellen. Het is een kwestie van goed organiseren. Ook één Kamerlid met weinig medewerkers. Mobiliseer je achterban. Bind die achterban in jouw expertise. Iedereen heeft iedere Kamerlid heeft ergens een achterban. Bind die mensen in. Laat ze naar de Kamer komen, mee doen. Kijk, er zijn vroeger ook wel Kamerleden geweest die dat gedaan hebben. Maar gebeurt dat nog? Niet mensen alleen maar van de partij en die in keldertjes of op zoldertjes bij elkaar komen. Nee, gewoon met technische punten. Er zit zoveel kennis en expertise. Jij zou als het ware een soort permanente gast moeten zijn met jouw expertise en achtergrondkennis. Niet alleen het media. Nou, ik zou hem alleen maar opfokken. Ja. Nee, maar iemand die jou serieus neemt. Nee, we werken eraan. Zo en, zo. En niet alleen maar even één keer kamervraag. Maar die agenda, volg jij dat onderwerp en dan hou je scherp. We weten vaak niet wat er gebeurt. Kamerleden weten het vaak zelf niet. Nee. Het is echt zo, die agenda die is overvol. Maar ze kunnen zelf ook zeggen, bijvoorbeeld vergaderingen, hoe heet het, procedurevergaderingen, dan kunnen ze gewoon even op de rem trappen en zeggen aan de regering, en nou, je kunt wel doorgaan met wetsvoorstellen en spoedwet en dit en dat. We blokken het af. Ja. Gewoon ambtelijk afblokken. En dan heb je een parlement wat de tanden laat zien. En dan krijg je ook een gezond dualisme. Maar ik zie het niet, vooralsnog. Nee. Iets positiefs, maar ook toch wel een doembeeld. En ook terecht, denk ik. Niettemin, zolang we mensen in leven zijn, is er hoop. Denk ik. We zijn nog niet, de wereld is nog niet. We zijn nog niet dood. Nee, we zijn nog niet dood, precies. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor u. U bent er nog, u kijkt en dat betekent dat u iets kunt doen. In uw gemeente, in uw provincie, maar ook bij de Eerste en Tweede Kamer. En dat is uw stem laten gelden, uw gezicht laten zien. Daar houden ze niet van. Daar is Huig het levende bewijs van. Die stelt onverwachte vragen. Niemand is voorbereid. Politici hebben dat allemaal niet kortgesloten. Je ziet op het Binnenhof bij het optreden van Huig hoeveel onrust dat teweeg brengt. En je hoort uit alle hoeken en gaten dat het allemaal niet leuk gevonden wordt. En dat het intimiderend is. Dat is blijkbaar hoe men op een burger met een stem reageert. He, want die burger is natuurlijk alleen goed genoeg om op u te stemmen of op hun te stemmen, bedoel ik. En verder de mond te houden en te doen wat er gedaan moet worden. En daar moet het een keer maar mee stoppen. Dus vandaar dat wij heel erg dankbaar zijn, Oscar, voor jouw bijdrage weer. Je hebt de hele avond prachtige bijdragen geleverd. Dank je wel daarvoor in de 4 blokken die we gehad hebben. Het constitutionele blokje, ook in de boekenrubriek over homofidens. En na de pauze over de SDG's en de NCTV. Hartelijk dank voor je komst. Erik ook, dank voor jullie komst en de lange reis hier naartoe. En de goede commentaren, duiding, waar we allemaal veel aan gaan hebben. Riepke, dank voor je komst. Huig is al weg, maar goed.
Ik heb ervan genoten en dat geldt ook voor de kijkers, ik weet het zeker. U bedankt voor het kijken. En, nou ja, zoals gezegd, deze film verschijnt integraal op bluetooth.studio. Nou, dat zal een uurtje of 5 à 6 aan materiaal zijn. En daarom gaan we het dus ook opknippen in die 4 blokken die we net genoemd hebben. Of 3 blokken, dat moeten we nog even bekijken. We gaan diverse clips ook apart uploaden op Facebook, Twitter en onze YouTube-clipkanaal. Daar kunt u zich ook nog even op abonneren. Maar met name Bluetooth is heel erg belangrijk voor ons. Dus mijn vraag is dan ook, wilt u zich daar registreren? Want dan kunt u meediscussiëren in de comments. Wij kunnen u direct bereiken met nieuwsbrieven. En u krijgt ook binnenkort onze catalogus en tv-gids in huis. En dat is ook wat waard. Dus wilt u gratis post van ons? En wie wil dat nou niet? Registreer u op bluetooth.studio. Linksboven hamburgermenuutje. Klik erop. En dan verschijnt een uitklapmenu met de knop registreren. En dan komen we met elkaar in contact. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen voor ons is om te overleven. Dus daar ben ik u heel dankbaar voor. Tot de volgende keer.